Goedenavond, dames en heren. Mede namens Jurie Albrecht, directeur van de Bali, heet ik u van harte welkom bij deze aflevering van Arnon Grunberg ontmoet. De laatste aflevering van 2017, ook meteen de laatste aflevering van 2018. Hoe dat in elkaar zit, leg ik u in de afloop wel uit. Voor de mensen die nog nooit zijn geweest, heel kort wat u kunt verwachten. Wij gaan ongeveer een uur à vijf kwartier spreken over ongelijkheid, in de brede zin van het woord, waarbij de nadruk zal liggen op financiële, economische ongelijkheid. Daarna kunt u vragen stellen. Anne-Marijn loopt met de microfoon rond. En het is wel de bedoeling dat die vragen ook echt vragen zijn en geen monologen, uiteenzettingen of anekdotes uit het eigen leven. Dat kan allemaal maar na afloop in de kroeg. Ik zal u even mijn gesprekspartners van vanavond voorstellen. Kom binnen en zoek snel een plaats. Ja. In het midden zit Sandra Flippen. In het dagelijks leven hoofd, chef economie van het AD. Sandra, je hebt me ooit naar een aflevering van Buitenhof verteld dat je voor het AD bent gaan werken om de opkomst van een bepaalde politicus en een bepaalde partij tegen te houden. Dat is correct? Of had ik dat niet mogen verklappen? Nee, eigenlijk niet. Oké, maar ik heb met name gezegd een bepaalde politicus, een bepaalde partij. Ja, nou ja, ik ben ervan overtuigd dat de AD-lezer kennis bijbrengen van de economie en vooral de maatschappelijk relevante kanten van de economie, dat het onze lezers helpt bij het wegnemen van een aantal zorgen die ze hebben en waarvan ik overtuigd ben dat het ten grondslag ligt aan een boze stem bij de verkiezingen. Ja. Nu dreigt die eerste politicus in de opiniepeilingen te worden ingehaald door een andere politicus. Ja. Ga je die ook tegenhouden? Nee, ik ga ze allebei niet tegenhouden, ben ik bang. Nee. Dus je missie is eigenlijk is niet gelukt? Nog niet. Nog nee. niet? Nee. Maar je gaat moedig verder? Ja. Oké. Mm-hmm. Naast jou, voor de linkerzijde, voor u zit Jan Karajtsin. Eigenlijk is Jan de aanleiding voor deze bijeenkomst. Jan is in het dagelijks leven psychiater bij de crisisdienst. Ik ken hem omdat ik in de zomer van 2015 een dag of 9 of 8 ben meegelopen bij jouw werk in de suïcidepreventie. En wij hebben een maand of 6, 7 geleden gemaild over het onderwerp ongelijkheid. En toen schreef Jan onder andere aan mij dat hij ook graag toch het hele onderwerp van private property, van het eigendomsrecht, ter discussie wilde stellen. Want dat was een untouchable en daar moest ook maar eens heftig over worden gediscussieerd of dat zo is. Je zit hier niet als psychiater, maar ik lees het even voor, als morele voorstander van absolute inkomensongelijkheid. Gelijkheid. Dat is wel een Freudiaanse verspreking. Dat is zo Freudiaans. Dat deed ik niet expres. Oké, maar kan je toelichten waarom jij een absolute voorstander bent van een morele voorstander bent van absolute inkomensgelijkheid? Omdat ik eigenlijk geen goede morele argumenten heb gehoord waarom wij datgene wat we met z'n allen produceren ook niet gelijk zouden verdelen en daarvan in gelijke mate van zouden profiteren. En strikt moreel gezien ben ik die argumenten tot nu toe niet tegengekomen, maar misschien vandaag. Denk je dat? Is dat je verwachting dat je ze vanavond wel zult horen? Ik verwacht het niet, maar ik laat me graag verrassen. Dat is goed. Links van jou zit Esther Gold. En links van mij zit Sarah Selbing. Ja, ik zeg het goed, hè? Zeker. En ja. zij zijn beide uitgeroepen tot journalist van het jaar 2016 vanwege de documentaire serie Schuldig over bewoners met schulden in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. En jullie hebben ook de Zilveren Nipkoff-schijf gewonnen in 2017. Ik wil jullie voor we gaan beginnen aan het gesprek een paar fragmenten laten zien, twee fragmenten laten zien uit deze serie. Ik moet bekennen dat ik aanvankelijk twee andere fragmenten had uitgekozen, maar de NPO heeft op de site een nogal verwarrend systeem, waardoor het lijkt alsof je begint met aflevering 1, terwijl je eigenlijk in de laatste aflevering zit. Dus ik heb jullie serie in omgekeerde volgorde bekeken. Maar dat heeft niets afgedaan aan het kijkplezier. En de fragmenten die ik ongewild heb gekozen, zou kunnen zeggen dat het mijn onbewust heeft gesproken, vond ik toch heel goed. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Zo grappig. Carmelita zit al sinds 10 voor 10 met haar hele boekhouding op haar schuldhulpverlenster te wachten. Carmelita. Goedemorgen, mevrouw Dorst. Vorig jaar met elkaar gesproken, een motivatiegesprek. In dat gesprek hebben we wat afspraken met elkaar gemaakt. En dan gaan we eens kijken naar het budgetplan en het kasboek. Heb je de spullen bij je? Ja,
Maar je moet niet boos worden. De laatste tijd heb ik het zo roerig en alles. Ik ben niet aan je plan gekomen. Je bent niet aan mijn plan gekomen? Nee. Oké, laten we eens kijken wat je wel hebt dan. He, wat we hadden afgesproken is een kasboek. En een kasboek, zeg maar, is die 60 euro in de week. En van die 60 euro, daar moest je je boodschappen van doen. Ben je daarmee rondgekomen? Ben je daarmee uitgekomen? Of is het niet gelukt? Ik ben eruit gekomen, ja. Ja? Kan je het me laten zien? Maar alleen heb ik het niet op papier. Ik heb alle bonnen, hè. Oh, je bonnetje heb je wel? Ja, ik heb alle bonnen. Ik heb alle bonnen, alles wat ik koop, alles wat ik doe. Oh, goed toch? Maar kan je dat niet verwerken dan? Als ik die blanco's dan weer aan je meegeef? Ja, dan kan ik het verwerken, ja. Ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed. Ja. Je budgetplan was ook niet gelukt, zei je? Nee. Nou, dan ga ik even samen met jou een budgetplan maken. Zaken als tv en mobiel, Carmelita, weet je dat uit je hoofd? Dat is 92, zit een pakket van Ziggo. 92? Ja, heel hoog. Ja, waarom is zo hoog? Ik weet het niet. Ik heb twee boxen. En daar wil ik geen afstand van doen. Waarom niet? Dan, kijk, ik ben niet iemand die uitgaat. Ik ben echt een thuismens. Ja, dat geloof ik. Dus ik hou me bezig met mijn televisie. Dan denk ik toch dat je even goed voor jezelf moet nadenken. Want je wil opgaan voor een saneringskrediet, ja, hè, bij de gemeente. En om daarvoor in aanmerking te komen, willen de schuldeisers ook zien dat jij al je vaste lasten zo laag mogelijk haalt. Dus het is denk ik wel de moeite waard om even te kijken of je niet naar een goedkopere bedrag gaat. Ja, ik zal ze vragen. Ja? Ook Ditte meldt zich bij Doras met een tas vol betalingsachterstanden. Het loopt niet lekker. Helemaal niet sinds ze aan haar voet is geopereerd. Naam dacht ik, wie is mevrouw Kuipers, maar ik ken u wel. Ja. Hè? Goed, nou wat ik even in ieder geval vandaag even wil doen. Een tijd terug is gekeken bij de Belastingdienst en toen bleek dat er over de jaren 2010, 11 en 12, die waren nog niet gedaan. En die zijn denk ik ondertussen ook nog niet gedaan, hè? Dus die zouden we nog moeten doen. Ja, de naam komt in ieder geval al niet overeen met wat ik hier heb staan. De brievenbus wordt geleegd. Nul reactie. Ik dacht dat ik iets hoorde. Nee. Schuldeiser of schuldhulpverlener, de bewoners van de Vogelbuurt besluiten het er niet op te wagen. Jammer, want deze mevrouw had ik toch wel iets belangrijks te zeggen. Dan hoop ik maar dat ze toch reageert als ze dit leest. Wat wilt u aan haar mededelen, als ik zo nieuwsgierig mag zijn? Ja, u mag wel zo nieuwsgierig zijn, maar ik kan het u toch niet zeggen. Dan moet ik een beetje discreet in blijven. Maar is dat positief? Het is niet echt positief, nee. Nou, ondertussen leer je in ieder geval wel hoe je met bellen om moet gaan. Want je hebt van die tableaus, daar moet je wiskunde 2 voor gehad hebben. Kijk, dat bedoel ik. Ed vindt het niet zo'n probleem om voor een gesloten deur te staan. Want als die deur open gaat, is het ontvangst niet altijd even hartelijk. Nou, de eerste keer bijvoorbeeld, dat was in de gemeente Volendam. Dat ik aanbelde bij iemand. Hey, Jan, Klaas, de deurwaarder staat hier voor jou aan de deur. Naar binnen. En toen kwam er iemand aangestormd. Helemaal in de blind. En die begonnen meteen op los te meppen. Zonder dat ik één woord gezegd had kunnen hebben. Ik moet zeggen dat ik er niet veel verwondingen of schade aan overgehouden heb. Want het was meer een paar klappen en een kwestie van wegduwen. En natuurlijk zorg ook dat je wegkomt. Maar het had erger kunnen zijn, want nadien heb ik... Ik heb wel toen meteen aangifte gedaan bij de politie in Volendam. En wat ik later hoorde, is die man vervolgd omdat hij iemand van de woningbouwvereniging had doodgeslagen. Dus met terugwerkende kracht was ik er eigenlijk nog heel goed van afgekomen. Ja, dat zijn twee
onbewust gekozen, maar toch een heel tekenende fragment uit jullie serie. Sarah, je vertelde me net voor we hier aan begonnen dat de kijkers van deze serie sommige figuren die daarin meespelen, zoals Ditte, maar zoals ook de eigenaar van de dierenwinkel, die wij niet hebben gezien, Dennis, maar die voor degenen die de serie hebben gezien, een legendarisch figuur is, toch? Ja. Dat sommige kijkers dus die mensen geld hebben gegeven en andere personages, als ik het zo mag noemen, zoals Carmelita, heb je totaal niet. Ja, hoe verklaar je dat? Ja, daar hebben wij heel veel gesprekken over gevoerd. Inderdaad geld, maar ook aandacht en waardering. Op Twitter merkte je dat Ditte en Dennis duidelijk de lievelingetjes van het kijkend publiek waren. Onze aanname, maar goed, dat is ook maar een gok. Maar Carmelita en ook Ron en Ramona zijn hele trotse, koppige wezens die zich niet snel laten breken of niet snel dankbaar of nederig zullen zijn. Zich zullen tonen als zodanig. En Ditte en Dennis, los van, ik bedoel, bij Ditte speelt ook een rol dat ze kanker kregen en dat mensen dus vinden dat zij er echt niets aan kon doen aan haar schulden. Dat maken mensen een heel duidelijk onderscheid in. Hè? Of je het wel zelf hebt veroorzaakt of niet. Of dat je het lot dat jou overviel, dat je daar niks aan kon doen. Dus mensen vonden Ditte heel zielig. En mensen vonden Carmelita en Ron en Ramona toch, ja, dat merkten we ook in de hulpverlening. Die willen toch dat de mensen een beetje volgens hun, in hun gebaande paden bewandelen. En ook daar dankbaarheid bij tonen. Dus om mededogen te krijgen moet je eigenlijk op je knieën. Weet je wel. Ja. Ja, tenminste dat gevoel hebben wij. Esther, na het maken van deze serie, na het leven met deze mensen, want jullie hebben echt met hen geleefd. Ben je dan tot de conclusie gekomen eigenlijk dat dergelijke schulden gewoon kwijt moeten worden gescholden of niet? Zou dat nou, een oplossing zijn? Ik zou het onderscheid willen maken. Ik denk niet dat de schuld kwijtgescholden moet worden. Ik denk zelfs dat de meeste mensen in de vogelbuurt met schulden vinden dat ook niet. Die vinden wel dat zij schuld hebben aan hun schuld. Maar wat wij wel vinden, en ook de meeste hoofdpersonen, is dat er is een die schuld wordt beboet. En kijk, als jij even naar een vriend of je moeder of je vader kan stappen, je krijgt een aanmaning, je krijgt 50 euro boete, je leent dat geld en dan ben je er weer vanaf. Maar bij hen heeft hun netwerk ook schulden of ze hebben niet een netwerk. En dan kom je in een soort armoedeval terecht en dat gaat eigenlijk over hoe de schuld wordt beboet. En ik vind wel dat we het in Nederland veel te moeilijk maken om van je schuld af te komen. En dan eigenlijk niet zozeer de schuld zelf, maar die stapelende kosten. Dus iets van 20-30% van de problematische schuld is eigenlijk de hoofdschuld. En de rest zijn allemaal renteboetes, inkassokosten, rechters. Dus het hebben van schulden is ontzettend duur in Nederland en je komt er heel moeilijk vanaf. En het is een beetje wat Sarah net zei, dat moralistische vingertje zit daar ook heel erg bij. Hè? Je moet echt lijden om van je schulden af te komen. Je zei tijdens het avondeten ook dat je eigenlijk het Amerikaanse systeem wat dat betreft iets beter vindt, waar je als individu makkelijker gewoon failliet kan gaan. En dus ja, en het gekke is dat wij het bedrijfsleven in Nederland wel best wel makkelijk failliet laten gaan. Maar als individu moet je door het stof bijten en op de blaren zitten jarenlang. Ja, en dat is extreem uit elkaar getrokken. En Sarah heeft ook wel eens gezegd, je ziet dat de Nederlandse economie neemt steeds meer Amerikaanse vormen aan. Ik bedoel, dat is makkelijk gezegd, maar er is meer marktwerking ook in de woningbouw, in allerlei sectoren. Maar onze manier van omgaan met mensen met schulden is zeg maar ouderwets calvinistisch gebleven. Dus Carmelita heeft een Ziggo-pakket van 92 euro, die is haar natuurlijk aangesmeerd. Ze had een internetcapaciteit waar de balie op zou kunnen draaien. Maar je kunt je dus afvragen of Ziggo daar niet ook een verantwoordelijkheid in draagt enzovoort. En of je dat Carmelita zo lang moet nadragen, zeg maar. Ja. Ik heb 14 stellingen. Ik begin met stelling 1. We kijken of we alle 14 in 5 kwartier kunnen afwerken. En daarbij zullen we dan vast ook nog over schulden spreken. Inderdaad, de verwarring die ook in de taal ontstaat in Nederland, waar morele schuld en financiële schuld gelijk zijn, terwijl in andere talen dat niet noodzakelijkerwijs het geval is. De eerste stelling. Mensen verlangen naar gelijkheid omdat ze denken dat ze daardoor meer gaan verdienen.
Blijkt dat niet zo te zijn? Blijken ze daardoor minder te verdienen, houdt hun verlangen naar gelijkheid snel op. Is in praktijk verlangen naar gelijkheid niet gewoon verlangen naar meer inkomen? Een stelling en een vraag in één. Sandra, ik wilde met jou beginnen. Een ingewikkelde stelling. Dat is een vraag. Dus dat moet ik nog een keer voorlezen. Een verlangen naar gelijkheid is eigenlijk een verlangen naar meer inkomen. Ja, dus ik denk op het moment dat je mensen zegt van, vindt u gelijkheid goed, zeggen ze ja. Maar op het moment dat je daardoor aan mensen zegt, maar dat betekent wel dat u 30% minder gaat verdienen, vrees ik ja. Dat ze dan zeggen, nou, die gelijkheid hoeft van mij niet zo nodig. Dus is het verlangen naar gelijkheid niet eigenlijk verlangen naar meer? In plaats van minder. Ik denk dat het uitgangspunt van het verlangen naar gelijkheid, dus naar absolute inkomensgelijkheid bijvoorbeeld, of naar het verlangen naar een basisinkomen bijvoorbeeld, dat vanuit moreel oogpunt, zoals mijn medespreker hier naast mij, dat misschien best wel iets wenselijks kan zijn. Maar inderdaad, dat de samenleving die wij kennen, die daar op ingericht zijn, dat je ziet dat als je de prikkel wegneemt om meer of misschien zelfs wel minder te verdienen, dat als die diversiteit er niet meer is, dat je dan uitkomt in een samenleving met een grote kans, waarin de welvaart veel lager ligt. Dus door mensen te belonen voor harder werken, of mensen de ruimte te geven om minder te werken en minder te hebben, door die diversiteit toe te laten, stimuleer je activiteit, levendigheid, ondernemerschap, innovatie, uitvindingen. En dat zijn de activiteiten die een economie draaiende houden en de welvaart hoger houden. Dus als je al die dingen wegneemt en de ruimte daartoe wegneemt, in extreme zin zeg maar, naar iedereen gelijk, dan daalt het welvaartsniveau naar mijn idee. En dat is, ja, dan zou je denk ik op het punt uitkomen dat mensen teleurgesteld zijn over dat idee van gelijkheid. Is dat nou jouw idee of is dat een idee wat jij deelt met heel veel economen? Dat is op zich algemeen geaccepteerd idee, ja. Jan, heb je al iets gehoord wat jou aan twijfel heeft doen brengen? Geen morele argument, hè? Dat dingen zijn zoals ze zijn, ja. Betekent niet dat je dat morele argument onderuit haalt. We hebben in de vorige gesprek ook van slavernij was tot 200 jaar geleden een van de belangrijkste bronnen van economische groei. Nou, we hebben dat afgeschaft. Terwijl je in die tijd had ook kunnen zeggen van dat zal de economische groei kunnen remmen. Of misschien een voorstander daarvan. En als mensen redeneren we niet alleen vanuit wat er is. Maar ook wat wenselijk is. Dus in het verhaal hoor ik geen morele argument om het niet anders überhaupt voor te stellen. Nou dat valt wel mee. Want als je zegt, het uitgangspunt van absolute gelijkheid, dat is moreel wenselijk op het moment dat de mensen daar tevreden mee zijn. En als je komt in de praktijk erop uit dat het welvaartsverlagend zou werken, dan zou het ook heel goed kunnen dat het moreel zeer onwenselijk is om die mogelijkheid voor inkomensdiversiteit geforceerd eruit te halen. En ik zeg geforceerd omdat ik denk dat mensen in hun wezen divers zijn. Voor een deel is die diversiteit doordat mensen verschillen in de moeite die ze willen doen. Maar natuurlijk ook voor een heel groot deel door de plek waar je geboren bent bijvoorbeeld. Of het gezin waarin je geboren bent. En dat zijn natuurlijk allemaal argumenten om die ongelijkheid weg te nemen voor een deel. Maar er blijft een deel diversiteit in mensen over. En als je die eruit neemt, dat moet een geforceerde handeling zijn. En ik denk dat die tot een moreel onwenselijke uitkomst leidt. Welke uitkomst is moreel onwenselijk als we het uiteindelijk toch... Nou, dat we in een samenleving leven met heel veel minder welvaart. Dat is de vraag of dat moreel onwenselijk is. Toch? Nou ja, dan ik rest my case. Als je in democratie leeft, even nog, dan ga ik terug naar, dan kan ik jou ook het woord geven. Maar Chang, je bent psychiater. Je zit hier niet als psychiater, maar je bent het wel. En je weet ook dat tussen morele wenselijkheid en de realiteit staat de mens zelf met al zijn eigenaardigheden.
En ik vraag me af, en dat volgens mij is dat ook wat Sandra zegt, dat op het moment als blijkt dat door radicale gelijkheid het totale welvaartsniveau afneemt, of je nog wel een democratische meerderheid hebt die voor die gelijkheid is. Dus vind jij dat je de democratie moet afschaffen om tot gelijkheid te komen? En ook vraag ik me af of jij niet, of niet een mens, of er niet iets dieps in een mens zit dat hem. Of er niet ook, laat ik het zo zeggen, of er niet ook competitiedrift in de mens zit. En hoe jij dat dan denkt vorm te geven in zo'n radicaal egalitaire samenleving. Ik denk dat sweeping statements over hoe de mens in elkaar zit, durf ik zelfs als psychiater niet te doen. De vraag is van, als je naar de samenleving kijkt, zoals het nu aantreffen, van waaruit je redeneert. Je kunt natuurlijk allerlei psychologische argumenten bedenken, historische argumenten bedenken en misschien vanuit de economische wetenschap een aantal argumenten bedenken waarom het lastig en ingewikkeld en bijna onmogelijk of wat dan ook is. Maar als ik naar de geschiedenis van mij kijk, ons als mensen kijk, dan is er vooruitgang vooral geboekt door idealen die vooral rechtvaardig wereld nastreven. Of een voorbeeld is dat je ondanks de maatschappelijke context waarin je vindt, je kan zeggen van wij zullen de slavernij afschaffen. Dus dat je dat mensen in staat zijn, ook als ze volledig maatschappij termijn een maatschappij beeld te vormen die waarin mensen gelijk zijn. Is voor jou ik denk dat het goed mogelijk is. Ik denk dat het ook nastrevenswaardig is. Dat het direct haalbaar zal zijn, dat weet ik niet. Dat denk ik ook niet, maar het is een nastreven. Maar mag je democratie afschaffen om het ideaal te bereiken? De democratie is heel goed verenigbaar met gelijkheid. In de democratie is iedereen gelijk. Je hebt één stem en ik heb één stem. Maar wat als de zelfs als je 100.000 meer verdient, dan zijn we gelijk. Dus de basisprincipe van democratie is wat mij betreft hetzelfde als. En als de meerderheid zegt we willen geen gelijkheid, moet die dan nog tegen de wil van die meerderheid in worden doorgedrukt of niet? Dat was mijn vraag. Ik doe geen uitspraak over hoe je absolute inkomensgelijkheid invoert. Dus ik zal me daar niet toe laten verleiden. Esther, tijdens de opnames van de serie heb je gesprekken ook gevoerd over dit onderwerp? Zijn onderwerpen als het basisinkomen of ongelijkheid, gelijkheid aan bod gekomen met de mensen die jij gevolgd hebt, die jullie gevolgd hebben? Soms. Net dacht ik aan Ed, de deurwaarder, die we net allemaal zagen. En ik heb wel eens met hem daar gesprekken over gehad. Ik bedoel, hij, dat is misschien niet radicaal, maar hij stemt opzettelijk links, omdat hij zijn. Omdat hij op die manier misschien wel zijn schuldgevoel wil, hoe noem je dat? Afkopen. Gelijk, ja, afkopen. Dus hij, ik bedoel, zo iemand als deurwaarder Ed hoopt op meer inkomensgelijkheid via zijn politieke stem. Mensen als Ron en Ramona, dat is het gezin dat in de eerste aflevering op straat wordt gezet. Ze zijn. Ja, zij zitten, zou je kunnen zeggen, aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Hè? Dus Ramona maakt hotelkamers schoon voor 9 euro per uur, dat werk. Ik denk dat zij vaak denken aan. Ik weet nog dat de directrice van de hulpverlening. Zij wilde niet onder bewind. Ik zal dit zo kort mogelijk uitleggen. Zij weigerde eigenlijk de hulpverlening, want de hulpverlening zei je moet onder bewind. Wilde ze niet. Maar zij vinden het heel hypocriet dat zo'n directrice in een Fiat Panda komt, terwijl ze denken, joh, als ik jouw baan had, zou ik die Audi aanschaffen. Hypocriet, ja. Ja, dat vinden ze dan een soort hypocrisie of zo, ja. Maar we hebben niet echt filosofische gesprekken met ze hierover gehad. Maar even nog hypocriet, omdat ze vinden dat zij zouden, als ze zo'n inkomen zouden hebben, zouden ze daarvan genieten en zouden ze ook aan iedereen willen laten zien dat zij daarvan genieten. Ja, ja. En dan denken ze,
dan weten ze natuurlijk niet precies wat zij verdient, weten wij wel. Maar dan denken ze, hoezo moet je dan in dat kleine autootje rondrijden? Ja. Zij denken dat dat een beetje tactiek is, denk ik ook, van haar, toch? Dat ze dat expres doet. En dat is ook wel, nou, net bij deze persoon wel treffend. Die praat ook op een manier alsof ze iedereen heel goed begrijpt. En die probeert af te zakken naar een niveau. Dat zie je er gewoon doen. En daar prikken volgens mij Ron en Ramona gewoon doorheen eigenlijk. Ja. Maar dat is wel grappig. Dat waar je het volgens mij over hebt, is wat economen noemen een inequity aversion. En zeg maar een intrinsiek gevoelde aversie tegen ongelijkheid. En dat zie je dus dat mensen ongeacht hun eigen inkomen of hun eigen inkomenspositie op de sociale ladder, dat ze zich gewoon heel slecht voelen bij het idee dat andere mensen meer of minder hebben dan zij zelf, meestal minder. En dat zij daarom, zeg maar, wat hun eigen belang ook is, dat ze daarom heel erg voor herverdeling stemmen. Dus er kunnen ook hele rijke mensen zijn die heel erg voor herverdeling stemmen. Ja, ja, ja. Terwijl het, zeg maar, heel kort gezien niet in hun belang is. Nee, ja, maar en dat is precies wat ik daarom rijdt zo iemand in een auto. Wat voor autootje was het? Ik weet niet meer. Maar in een te klein autootje. Ja. Omdat hij eigenlijk niet kan leven met het idee dat hij eigenlijk meer zou hebben dan een ander voor het oog. Maar dat is dan eigenlijk een argument die de kant van Jan uitgaat. Dus je zegt, er zit in de stelling van Jean zit iets wat economen hebben onderzocht, dat blijkbaar mensen willen helemaal, streven eigenlijk diep. In antwoord op mijn stelling, die blijkt dus niet te kloppen, zeg je. Want uit onderzoek blijkt dat mensen eigenlijk ongelijkheid heel vervelend vinden en naar gelijkheid willen streven. Of is dat alleen maar de schijn? Willen ze doen alsof ze gelijk zijn? Nee, er zijn samenlevingen waarin de aversie tegen ongelijkheid heel erg sterk is. En dat zijn samenlevingen waarin een hele linkse politiek wordt gekozen. Maar het is aan de burger wat zijn voorkeuren zijn. En daar zijn een aantal factoren die op gespannen voet zijn met elkaar. Aan de ene kant de aversie tegen ongelijkheid. Aan de andere kant de wens om te kunnen concurreren, om verder te komen in het leven en om meer te vergaren. Ja. Dus, aan welke samenlevingen denk je dan? Er zijn samenlevingen waar die aversie heel groot is, waar ook links wordt gestemd. Ik denk dat je kunt denk ik zeggen dat in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië bijvoorbeeld, daar is de aversie tegen ongelijkheid veel minder groot. Dus de acceptatie van ongelijkheid is veel groter. En in Europa stemmen wij nog steeds voor het overgrote deel voor een sterk sociaal model. Ja. Dus hoe beschaafder de land, hoe meer voor herverdeling. Van ons uit is dat zo. Dus dat is een indicatie. Hoe meer, hoe progressiever het belastingstelsel, hoe beschaafder het land. Ja. Daar komen we straks op terug. Sarah, tijdens de opnames heb jij het idee dat klopt het wat Sandra zegt? Dat de mensen die jij gevolgd hebben, die jullie gevolgd hebben, dat die aversie tegen ongelijkheid inderdaad groot is? En denk je ook dat mensen bereid zijn een deel van hun inkomen te offeren om meer gelijkheid te krijgen? Nou, hebben wij natuurlijk vooral met mensen gefilmd die juist de garen bij zouden spinnen als het wat gelijker zou worden getrokken. Omdat de mensen die wij hebben gefilmd over het algemeen geen geld hadden natuurlijk. Bijvoorbeeld Ron en Ramona, waar we het net altijd over hebben, het uit huis gezette gezin, die keihard wel werkt, maar inderdaad aan de onderkant van de samenleving met de baantjes waar ze zo weinig mee verdienen dat ze het hoofd niet boven water kunnen houden. Dus mensen nemen vaak aan dat het uitkeringstrekkers zijn, hè, dat ze in de bijstand zitten, maar dat is helemaal niet het geval. Zo iemand als Wil, die heb ik wel vaak horen verzuchten, dat is de directrice van Doras die in dat Fiat Pandaatje rijdt, dat ze, waarom verdient zij toch zoveel geld en zou dat niet eerlijker verdeeld moeten worden? Dus zij is wel typisch zo'n voorbeeld van, ik denk dat zij daar voorstander van zou zijn, tot op welke hoogte is de vraag, hè? Ik bedoel, we kunnen dat heel lang vinden totdat we het echt daadwerkelijk moeten gaan doen. Maar, nou ja, god, kijk, er is natuurlijk net een rapport verschenen waaruit blijkt dat het in Nederland allemaal wel meevalt met de inkomensongelijkheid. Hè? Jij weet daar veel meer vanaf dan ik, maar dat heb ik dan gewoon in de krant gelezen. Bedoel je het rapport van het Sociaal Planbureau? Ja. Dat bedoel je? Ja. En
Kijk, ik denk, wij vroegen ons trouwens net wel af of daarbij schulden ook worden meegerekend. Ik weet niet of jij dat weet, maar hoe worden die cijfers berekend? Volgens mij het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat ging niet direct over inkomensongelijkheid. Het ging over de sociale staat voor Nederland. Precies. Dat ging. Ik denk dat je ook op vrijdag in de Volkskrant zat, waar je ook al een artikel hebt geschreven. De conferentie in Parijs die vrij gewoond. Ja. Waar in Nederland eigenlijk vrij gunstig afstak ten opzichte van de andere landen. Even kort, misschien aan Sandra, dan gaan we even uitleggen wat daar vrijdag wat de resultaten waren van het grote onderzoek. Ja. Donderdag, afgelopen donderdag en vrijdag was er het eerste wereldcongres over inkomensongelijkheid. En dan zijn eigenlijk voor het eerst door de beroemde inmiddels econoom Thomas Piketty en ook Branko Milanovic, nou, zeg maar, alle grote op aarde over inkomensongelijkheid. Die hebben samen met 100 onderzoekers wereldwijd hebben ze alle beschikbare informatie wereldwijd van alle inwoners in alle continenten, in alle decielen van de inkomensverdeling, zeg maar, in een land, hebben ze gekeken wat verdienen mensen. Hoeveel inkomen hebben ze, hoeveel vermogen hebben ze, hoeveel wordt er fiscaal afgedragen, waar doen ze dat, in paradijzen of in het land waar ze wonen. En daar bleek een heel alarmerend element uit voor de wereld. En dat is dat 1% rijkste, meest vermogende mensen in de Nederland, de rijkste moet ik zeggen, niet de meest vermogende, die... In Nederland zei je? Of sorry, wereldwijd. Die hebben inmiddels 20% van het inkomen wat wereldwijd verdiend wordt, eigenen zij zich toe. En dat is heel sterk gegroeid. En zij zeggen ook dat als er niks vrij radicaals gebeurt wereldwijd, dan gaat die ongelijkheid, gaat het aandeel dat de rijkste 1% van het totaal verdiende inkomen naar zich toe trekt, dat gaat nog heel hard groeien. Mm-hmm. En in Nederland, wij steken het meest positief af in die zin. We hebben de allerarmste rijken van de wereld. De allerarmste. Ja. Wat zielig. Ja, zielig, ja. Dus in Nederland neemt 1% van de meest verdienende Nederlanders, heeft slechts 7% van het nationaal inkomen. Ah, ja. Dat is beter dan de Scandinavische landen? Ja, zelfs iets beter dan... Okay. Ja. Dus, verrassend eigenlijk. Sarah, waarom bracht je dat rapport ter sprake? Nou, ik vroeg me af of jij weet of schulden, maar ik denk het wel, als je het hebt over vermogen, zal het negatief vermogen ook wel meetellen in die berekening. Nou, heb je daar gelijk over het zwakke punt. Dus we hebben het hier over inkomen en niet over vermogen. Uh-huh. En dat is in Nederland wel een soort van een raadsel nog steeds. Dus de vermogensongelijkheid, uh-huh, die is wel vrij hoog. Dus zeg maar, je kunt in Nederland heel veel vermogen hebben, maar niet zonder zo'n op papier inkomen te hebben gehad. Ja. En dat is wel een beetje een addertje onder het gas. Aan de andere kant zitten... Mag ik even onderbreken, maar de winst uit het vermogen, het inkomen uit het vermogen, wordt wel weer meegerekend, toch? Ja, dat klopt. Ja. Alleen, maar het vermogen zelf wordt niet meegerekend. Ja, dus ik heb een miljoen, die wordt niet meegerekend. Maar als ik met dat miljoen een ton winst maak, dan wordt dat wel meegerekend. In deze internationale vergelijking wordt gekeken naar inkomensongelijkheid. En niet naar vermogensongelijkheid. Nee. Ja. En dus in Nederland lijkt er iets vrij dramatisch op het eerste oog aan de hand in termen van vermogensongelijkheid. Mm-hmm. Maar het CPB en het CBS die zeggen dan weer... dat komt door een aantal soort statistische gegevens. Bijvoorbeeld, ik zal het niet te saai maken, ik beloof het. Bijvoorbeeld dat de AOW en het aanvullend pensioen, dat is niet meegenomen in de vermogensongelijkheid. Maar alleen het inkomen dat mensen uit vermogen trekken, dat wordt daarin meegenomen. En je ziet dat ouderen daardoor veel armer lijken in die verdeling dan dat ze zijn. Ja. Ja, en daarbij, een groot deel van de vermogensongelijkheid wordt ook veroorzaakt door de verzekeringswaarde van je eigen huis. En wat je zag in de crisis, is die ongelijkheid sterk toegenomen. Maar dat komt omdat de middeninkomens, die zijn veel waarde in die zin verloren. Dus dat lijkt dan de vermogensongelijkheid heel sterk te maken. Maar precies weten we niet hoe dat zit. Goh. Ja. En nog even voor de duidelijkheid, de hele theorie van Piketty was met name gebaseerd op zijn boek over de ongelijkheid die ontstaat door vermogen. En niet door inkomsten uit arbeid, maar door inkomsten uit vermogen en het vermogen zelf, correct? Klopt, okay. Dat brengt me op de tweede stelling. Ervan uitgaand, sorry Jan, dat totale ongelijkheid nog niet tot de mogelijkheden behoort, is de stelling...
Het is niet mogelijk vast te stellen wat ideale ongelijkheid zou zijn. Bijvoorbeeld, niemand mag meer verdienen dan 10 keer modaal, 12 keer modaal, etc. Ik wil eigenlijk bij jou beginnen, Esther. Ben je een voorstander van een radicale gelijkheid? Of vind je een beetje ongelijkheid ook wel oké? Ja, ik denk dat ik een beetje ongelijkheid wel oké vind. Ik moet steeds bij dit gesprek een beetje denken. Het doet me een beetje denken aan: zijn we monogaam of polygaam of zo? Ik denk, en of. Het nou ja, dat kan je heel duidelijk aangeven, toch? Nou, dat kan je liegen, maar ik vind dat ik bedoel de mens. Ik bedoel de mens. Oh, de mens. Dus de mens. Ja, als je het aan mij vraagt, denk ik dat de mens zowel competitief is als verlangt naar een mate van gelijkheid. En ook in de vogelbuurt is dat zo. Maar jij, Esther, die zegt van ik ben een beetje monogaam. Oftewel, ik ben een beetje voor ongelijkheid. Hoeveel ongelijkheid? Noem eens een getal. Wat vind jij wenselijk? Wat is het meeste wat iemand zou mogen verdienen? En daarboven zeg je, wordt het per wens? Ik heb daar geen antwoord op, omdat geen idee wat het verschil mag zijn tussen de allerrijkste en de allerarmste. Voor mij gaat het er meer om dat er een grens moet zijn aan de onderkant. Ja. Ja. En dat voel ik wel heel sterk. Ik denk dat, en ik denk weer dat dat geldt voor onze arme vogelbuurtbewoners. Die willen helemaal niet heel veel hebben of net zoveel als Rutte of net zoveel als wij. Of die willen gewoon niet in de shit zitten. Ja. En dat is eigenlijk best, en dat zou ik altijd wel verdedigen. En dat doen we zogenaamd met Nibud-plaatjes en zo. Alleen wij weten uit de praktijk dat dat op allerlei manieren niet klopt. Hè? Op papier is dat minimuminkomen is er. En in de praktijk, door beslagleggingen en weet ik veel wat, administratieve problemen, zitten mensen daar vaak diep onder. En dat gun ik niemand. En volgens mij, en een samenleving heeft daar niks aan. Dus ik... Ja, daar heb ik meer mening over die onderkant. Sociale vangnet. Nou, je ziet dat mensen steeds vaker echt meerdere baantjes moeten hebben. Amerikaanse toestanden. Nee, maar dat vind ik wel. Wij zien wel in de afgelopen 10, 15 jaar dat we in die buurt nu films maken en komen. Dat het steeds moeilijker wordt om rond te komen. Omdat gewoon de vaste lasten hoger worden en de inkomsten lager. Maar je zegt twee dingen. Jullie zeggen allebei het sociale vangnet wat wij in Nederland hebben. Wat heeft Sandra net uitgelegd, eigenlijk redelijk werkt, toch? Volgens een internationaal onderzoek. Dat werkt niet altijd. Maar tegelijkertijd, na het zien van jullie serie, in omgekeerde volgorde, maar toch, had ik, wat ik je ook al vertelde, eigenlijk best wel een optimistisch gevoel. Van, het sociale vangnet wat we hebben werkt niet altijd. Maar daaronder zit nog een enorm vangnet wat redelijk zijn best doet. Volgens mij zie je hem. Ja, nee, natuurlijk. Ja, mensen doen hun best. Nee, dat is waar. Het kan veel erger. Het is. Maar ja, het kan veel erger. We hebben ook wel veel erger gezien en niet gefilmd. Dus en waarom er is dan? Nog wel een hele waarom groep. Is die keuze dan gemaakt? Ten eerste omdat als je echt in het zwartste gat van je schuldenproblematiek zit, je voor iedereen de deuren sluit en ook voor een cameraploeg, ook al zijn we nog zo volhardend. Er is gewoon een moment waarop mensen zo apathisch, depressief en te neergeslagen zijn dat ze niets meer doen. We hebben veel alleenstaande moeders gezien die hun kinderen niet meer verzorgden, zichzelf niet meer verzorgden en rillend en vermagerd op een bank zaten met een dekentje over zich heen, wachtend tot het weg zou gaan. Ons werd ook vaak door de netmanager te kennen gegeven dat het niet te depressief allemaal moest worden. En dat wilden we zelf ook niet. Ja. Dus ik bedoel, dit is ook... Verschrikkelijke netmanager, hè? Niet verschrikkelijk. Ja. Nou, nee, maar daar heb ik helemaal niet zo'n slechte ervaring mee. Maar ik bedoel, je wil ook... Het is ook heel zwaar om te zien. Ik bedoel, dat zwartste gezicht. Maar goed, los daarvan is het ons ook eigenlijk gewoon niet echt gelukt om dat te tonen. En mensen met veerkracht... Zijn leukere mensen om naar te kijken. Okay. Dus de vier hoofdpersonen zijn eigenlijk uitzonderlijk veerkrachtig. Dus de echte mensen die het echt door het vangnet vallen, die hebben wij gewoon niet gezien? Eigenlijk niet, nee. Wat jammer. Ja. Dat is wel interessant. Ik heb op dat congres over ongelijkheid, er was ook een hele jonge econoom, Esther Duflo. En moet hij die naam echt in de gaten houden, want zij gaat misschien wel een Nobelprijs winnen.
Zij doet onderzoek naar de economie van armoede. Sorry? Uit welk land komt ze? Waar komt ze vandaan? Ze is Frans van origine, maar ze woont en werkt in de Verenigde Staten aan de MIT. Ja. En zij doet onderzoek naar de economie van armoede. En wat zij heel erg sterk naar voren bracht is dat die onderzoekers, die hebben het heel vaak over de ongelijkheid voor belasting. En sommige onderzoekers kijken naar de ongelijkheid van besteedbaar inkomen, dus na alle belastingen. Ja. En in Nederland hebben wij dus vrij veel ongelijkheid voor belastingen, maar wij herverdelen heel veel. En zij zegt, het is langzaam tijd dat we een stap verder gaan. En dat je niet zegt, we doen het goed, want we herverdelen veel. We zorgen voor veel inkomensoverdracht van rijk naar arm. Maar waar het om gaat is hoe je herverdeelt. Dus je kunt herverdelen in de zin van dat je mensen achteraf compenseert voor de situatie waarin zij op de maatschappelijke ladder geëindigd zijn. Maar je kunt ook zo herverdelen dat je probeert de mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan, dat je hun activeert. Dus dat je hun vermogen om zelf op de wagen te springen en weer erbij te komen, dat je dat als doelstelling hebt. En niet per se een overslag van geld van rijk naar arm. En daar hoe zou je dat activeren moeten doen? Als we kijken, hoe zou je mensen die bijvoorbeeld die zo in de schulden zitten of zo in de shit, om dat woord te gebruiken, hoe zou je die kunnen activeren? Nou, daar doen ze dus allerlei hele kleine onderzoeken naar, heel vaak in Afrika, dus dat is niet altijd bruikbaar. Maar het zet wel een aantal interessante ideeën bij. Bijvoorbeeld laat zij zien dat op het moment dat inkomensoverdracht geoormerkt is. Dat doen wij in Nederland heel veel, zeg maar. Wat doe je met geoormerk? Dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld als je wasmachine kapot gaat, dan kan je met een of andere bon of kan je dat nieuw krijgen. Ja. Dat is zeg maar vanuit een soort wantrouwen dat mensen als je hun een zak geld zou geven, dan zullen ze de verkeerde dingen doen. Ja. Dat is in ontwikkelingslanden, waar zij dus dat onderzoek heeft gedaan, heel sterk. Dus daar is het zo dat men er in het Westen van uitgaat dat als je arme mensen in Afrika een zak geld geeft, dat ze dan direct naar de kroeg gaan en zich helemaal lamzuipen en dat geld op is. Maar zij laten ze ook in onderzoek zien dat dat het effect helemaal niet is. Sterker nog, dat mensen heel goed weten welke grote keuzes, bijvoorbeeld als je mensen een zak geld geeft, is de kans heel groot dat ze een brommer kopen waarmee ze naar het volgende dorp kunnen rijden waar werk is. Ja. Dus zij weten zelf heel goed. En natuurlijk zijn er ook altijd gevallen bij waar iemand zichzelf helemaal... Maar dit soort onderzoek is ook wel gedaan in westerse landen, hoor. Er blijkt eigenlijk keer op keer dat je de mensen gewoon geld moet geven. Gewoon en geld niet uitdelen. Al die dure hulpverlening erop moet zetten. Maar gewoon, het probleem is geld. Ja. Geldgebrek. Het probleem is niet alleen geld, denk ik. Het probleem is ook dat er een maatschappelijke acceptatie van een aantal mislukkingen moeten zijn. Want er zullen mensen zijn die de kroeg in gaan en zich helemaal doodzuipen. Dat is wel belangrijk wat je zegt. De maatschappelijke acceptatie van een aantal mislukkingen. Want je ziet de krantenkop al voor je in mijn krant vooral. Die scoort daar lekker mee. Maar hoe hoog zou dat dan mogen liggen? 10%? Gemeente financiert zichzelf. Het alcoholisme van een aantal. Hoeveel mislukkingen zouden we kunnen tolereren als samenleving? Interessant. Kan je daar iets? Geen idee. En niet alleen als... Sorry. Even, want ik ben wel benieuwd. En dan kom ik ook bij jou, met Jan, want ik weet dat je graag zwijgt, maar niet de hele avond. Sandra, even ervan uitgaan dat die totale gelijkheid nog niet realiseerbaar is. Is er... Ben je het eens dat die ideale ongelijkheid, dat we dat niet kunnen vaststellen? Of is dat onzin? Verkondig ik onzin? Nou, economen proberen wel een soort berekening te maken van een optimale vorm van, zeg maar, als je kijkt naar wat het optimale belastingtarief is, dan zitten wel een aantal uitgangspunten onder waarbij je probeert de aspecten waar mensen niks aan kunnen doen, zeg maar, dus de talenten waarmee je geboren wordt, om daarvoor zoveel mogelijk te corrigeren. Maar de aspecten waarin mensen dus heel veel moeite kunnen doen, En dat zoveel mogelijk proberen te prikkelen, de moeite die mensen doen om een stapje harder te zetten, om daar zoveel mogelijk ruimte voor te laten. Zo proberen economen een optimaal belastingstelsel in te richten. Binnen het huidige systeem. Even uitgaande van dat we het systeem hebben zoals we het nu hebben. Ja. Maar kun je bijvoorbeeld zeggen van een samenleving raakt ontwricht als de rijkste 1% 20% van het BNP in zijn bezit heeft? Is er daar, kan je dat in een... Hoe ligt het optimum, bedoel je? Ja.
Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Okay. Ik denk dat het ook heel erg afhangt van de... Van de samenleving. Ja, van de samenleving. En trouwens, wat interessant is in dat opzicht, er zijn wel een aantal... het is nog veel te weinig bewijs, maar er zijn wel een aantal studies. Ook iemand die daar donderdag bij was, Emmanuel Saas. Hij heeft laten zien in een studie dat naarmate mensen hoger opgeleid zijn, de motivatie om hard te werken sterker wordt ingegeven door intrinsieke motivatie. Dus niet zozeer door extrinsieke motivatie zoals salaris. En naarmate dus die intrinsieke motivatie een belangrijker onderdeel is van je werk, dan zul je ook bij een hoger belastingtarief je het aantal uren dat je werkt minder willen terugschroeven. Ja. En dat... Dus ook al gaat Jan straks heel veel belasting betalen om zijn ideale samenleving te bereiken, hij blijft toch wel psychiater. Dat zou de basis kunnen zijn voor een veel hoger toptarief, zullen we maar zeggen. Omdat die mensen toch niet minder gaan werken als je ze hoger belast. Okay. Kom ik straks op stelling 3 terug. Jan, ik weet dat je het liefst niet concreet wil worden, maar ik ga je toch proberen te verleiden om iets concreter te worden. Mm. Op weg naar die totale gelijke samenleving. Met wat voor ongelijkheid zou je bereid zijn genoegen te nemen, even, als tussenfase? Kun je een tussenfase voorstellen? Nee, zonder. Ik denk dat je geen water bij de wijn moet doen met dit soort idealen. Maar is dat niet ook, als ik vragen mag, een kenmerk van fundamentalisme? Dat je geen water bij de wijn doet? Dat je zo... Nou, waren dus afschaffers van de slavernij fundamentalisten? Nou, dat is mijn vraag. Of mensen die vinden dat... de vrouwen, hè, van in de discussie vooraf hebben we gehad. Er zijn een aantal idealen waar je een wereld voor stelt, waar mensen bijvoorbeeld elkaar niet die dingen aandoen die in de afgelopen periode heel erg... Oké, maar dat is mijn vraag. Het zeggen van, ik wil een samenleving waarin mensen vrij van lastiggevallen te worden rond kunnen lopen, ook al werken ze in afhankelijkheidsverhoudingen. Zou je een tussenstap accepteren daarin dat bijvoorbeeld vrouwen voor 50% is inkomensongelijkheid te vergelijken met slavernij, met verkrachting? Is iemand die een loon... Nee, maar het gaat om een morele redenering. En ik denk dat het dat je doel niet moet verwateren door tussenstapjes voor te stellen. Ik zie dat Sandra iets wil zeggen. Ik vraag me af, in jouw wereld, stel jouw wereld zou werkelijkheid worden. Mm-hmm. Wat doet mensen ertoe besluiten 's ochtends om uit bed te komen en dingen te gaan doen? Nou ja, wat ik me kan voorstellen, ik zou bijvoorbeeld uit mijn bed komen om mijn crisisdienst te doen. Ook al word ik niet meer betaald dan mijn collega's of degene die ik... crisis beoordelen omdat ze, nou ja, schulden hebben, depressief zijn geworden en van de balkon willen afspringen. Ik denk dat Arnon nog steeds boeken zou schrijven als hij niet zoveel zou verdienen. Ik neem aan dat jij je werk zou doen. Maar er zijn misschien ook baantjes. Misschien niet bij AD, maar. Maar er zijn natuurlijk ook baantjes die minder gedreven worden door passie, zoals wij dat misschien hier alle vijf gelukkig wel hebben. Deurwaarder. Maar wie wordt er deurwaarder? Nou, dat is dan misschien niet meer nodig, dat beroep. Precies. Maar wie gaat de post rondbrengen? Wie gaat de putjes scheppen? Wie gaat al die banen doen waar wat minder passie voor misschien op te brengen is? Maar dat zijn slecht betaalde banen die je nu noemt. Dat zijn in die zin ongelijk. Dat zijn toch slecht betaalde banen die jij nu noemt? Ja, maar los van slecht betaalde, wie gaat de baantjes doen die niet per se leuk zijn? Laat even Jan antwoorden. Kijk, dat de opleiding die je geniet of de intellectuele capaciteiten die je hebt om bijvoorbeeld een opleiding te doen zijn ook ongelijk verdeeld. Die ongelijkheid neem je niet weg. Dat betekent dat er een aantal... Maar de beloning van de postbode of de putjeschepper of waarom zou dat minder moeten zijn dan een schrijver, publicist of Bill Gates? Maar de vraag is, wie gaat het doen als je... Het is toch omdat immers er altijd mensen zullen zijn die waarschijnlijk ook met plezier dat soort werk doen. We gaan, voor we het communisme opnieuw gaan uitvinden, gaan we even naar punt 3. En dan kom ik ook terug op de... Dan mag Jan en de anderen hun ideale samenleving verder schetsen.
Even terug, want dit sluit ook mooi aan op wat jij net zei, Sandra. Stelling 3. Herverdeling door middel van belastingheffing kan nooit volledige gelijkheid bewerkstelligen en is vermoedelijk boven een bepaald niveau, bijvoorbeeld belastingschijf 80%, zelfs contraproductief. Misschien kan jij daar als eerste iets over zeggen. Kun je het misschien dus, de herverdeling door middel van belastingheffing kan nooit volledige gelijkheid bewerkstelligen en is op een gegeven moment zelfs contraproductief. Dus boven een bepaald belastingschijf. Ik hoor de telefoon, ik was even afgeleid. Of is dat. Nee. Boven een bepaalde belastingschijf werkt het niet meer. Krijgt de staat niet meer inkomsten, maar zelfs minder. Ik heb er wel eens een artikel over gelezen. Misschien ben ik aan buis, maar ik dacht, misschien kan jij daar iets over zeggen. Begrijp je het of moet ik het. Ik begrijp wat je zegt. Maar je zou kunnen zeggen dat. Als je mensen even in het extreem 100% van hun inkomen belast, dan werkt het contraproductief. Dan hebben ze geen prikkel meer om nog iets te doen. Ja. Het idee is wel eens geopperd van bijvoorbeeld een basisinkomen voor iedereen. Dat is een interessante gedachte. Alleen als mensen ook maar voor een klein deel hun arbeidsaanbod zullen terugschroeven. Zoals jij bijvoorbeeld, stel de postbode die zegt van oké, ik wil best nog wel postbode zijn, maar niet meer 5 dagen. Ik ga dat vanaf nu nog maar 2 dagen doen. En voor de rest kom ik rond van mijn basisinkomen. Nou, om zoiets te financieren zou je de belasting, heeft het Centraal Planbureau een keer doorgerekend, zou je de belasting zou je belastingstelsel, zeg maar bijvoorbeeld 78% van het inkomen, zou je moeten belasten om dat te financieren. Nou, op het moment dat je mensen 78% van hun inkomen belast, dan zullen ze voor elk uur dat ze extra moeten werken, zullen ze nadenken of ze die 78% het waard vinden om die af te dragen, of dat ze liever dat uur niet extra werken. En het gevolg daarvan is dat mensen dus steeds minder gaan werken. En dat werkt dus contraproductief. Ja. Logisch eigenlijk. Ja, contraproductief in de zin dat de koek die we met z'n allen produceren minder wordt. Of niet groeit. Dat de staat minder geld de helft. Ja. Ja. Nee, dus als als mensen minder werken, dan hebben we niet de groeipercentages die. De staat heeft minder inkomen. Waar slaat dat contraproductief op? Dat wou ik. Dat zal ik even uitleggen. Als ik mag, dan jij kan ook. Maar heel kort: op het moment dat de staat minder inkomen heeft door belasting, valt er minder te herverdelen. Mm-hmm. En gaat ook de allerarmsten krijgen dan minder geld. Om het even heel simpel kort door de bocht te zeggen. Correct? Of leg ik het verkeerd uit? Nou ja, de staat heeft daardoor minder inkomsten. Maar het is ook zo dat als je mensen. Een hoger deel van een extra, zeg maar, als je besluit, ik werk nu 10 uur per week en ik denk erover na om 11 uur te gaan werken. Als ik over dat extra uur 82% belasting moet betalen, dan is de kans dat ik dat extra uur ga werken heel klein. Mm-hmm. En dus stimuleer je daarmee de productiviteit in de economie niet. Dat hangt er toch heel erg vanaf. Het is maar zo. Ik denk er nooit over na hoeveel procent belasting ik betaal. Het is toch niet zo dat iedereen alleen maar aan het uitdrukken. Ik bedoel, het is gewoon wat je overhoudt. Dat is wat je houdt. Nou ja, en bovendien, nog heel even over dat basisinkomen. Wat een groot argument is voor mensen, voorstanders van het basisinkomen, is dat ze zeggen dat we ook als samenleving veel minder kosten hebben. Dus dat het ziekteverzuim enorm terugloopt. En dat mensen veel minder huiselijk geweld en veel minder hulpverlening hebben we nodig. Dus dat is ook wat vaak wordt aangedragen als argument. En dat is natuurlijk nooit echt onderzocht. Voor het basisinkomen. Voor het basisinkomen. Dat we als samenleving ook veel minder kosten zouden hebben. Maar nu lopen 2 dingen door elkaar, want het basisinkomen is iets anders dan het hoogste tarief van een belasting. Ja, dat is mijn schuld, sorry. Esther, zou jij bereid zijn over pakweg 15.000 euro van je inkomen of 20.000 80% belasting te betalen? Of zou je dan toch op een partij stemmen die zegt dat gaan we niet doen? Ik denk dat ik dat wel bereid zou zijn te doen, ja. Ja, het grappige is dat ik meteen als het soort heel concreet wordt over 10 keer verschil of 80%, dat wordt voor mij altijd heel abstract, omdat alles met meer dan 4 nullen begin ik al af te dwalen altijd. Dus ik weet het niet. Ja. Dan heb je een goede accountant, mag ik hopen. Ik denk altijd dat dit soort dingen een soort van naast elkaar leven. Ik weet dat wij hadden heel hard gewerkt voor schuldig. En ik had nog een film gemaakt, dus toen had ik te veel inkomsten in 1 jaar. Toen moest ik best wel veel belasting betalen en dan vloek ik natuurlijk wel. Dan vloek je wel? Ja. En hoe? Maar tegelijk, dat vond ik wel een beproeving van mijn eigen moraliteit. Omdat ik dacht,
Want ik dacht echt, ik heb me zo uit de naad gewerkt. Maar aan de andere kant denk ik, want in jouw redenering werkt iedereen een uur voor geld. En ik denk dat mensen voor allerlei dingen werken. Nee, het klinkt misschien wat te theoretisch. Ik denk een goed voorbeeld is, als de overheid besluit om de kinderopvangtoeslag te verhogen of te verlagen, dan zie je direct... Het gevolg. Ja. Want en dat het slaat meestal terug op de vrouwen in het huishouden. Dus dan zijn de vrouwen zeggen van nou, voor zo weinige extra's is het mij niet waard. Dan zie je dus dat huishoudens daadwerkelijk heel sterk reageren op een verandering in dat soort tegemoetkomingen. Ja. Ja. Maar moet het niet anders worden aangevlogen, namelijk hoe waarderen we het werk van een postbode versus hoe waarderen we het werk van een directeur van een verzorgingstehuis bijvoorbeeld? Dat is een voorbeeld van iets waarvan ik heel vaak denk, hoezo moet jij zoveel verdienen? Ik bedoel, het is een baan waar je je hebt een opleiding. Volgens mij wordt inkomen ook vaak ingeschaald op basis van een idee van verantwoordelijkheid en opleiding. En ik denk dat daar soms wel vergissingen in zitten of zo. Wat grappig dat je een directeur van een verzorgingstehuis noemt en niet bijvoorbeeld een voetballer. Ja, nou inderdaad. Dat is altijd toch, ja. Jean, nog even een vraag van, wat doe jij concreet al, of doe je iets concreets al, om de door jou gewenste gelijkheid te bewerkstelligen, behalve hier aan tafel zitten, wat zeker een belangrijke stap is, hoor. Maar nee, dat bedoel ik niet. Ja. Maar doe jij, is er een stappen die jij, wat doe jij? Ik praat. En ik denk dat het ook er niet toe doet wat ik doe. Voor de stelling die ik je... Nou, dat vind ik eigenlijk wel, want ik denk, omdat we... Het is ook heel makkelijk om te zeggen, dat probeer ik ook in mijn stelling 1 aan te geven. Ik ben voor gelijkheid. Maar op het moment dat het concreet wordt, en dat vond ik wel leuk aan wat Esther zei, dat Esther dan toch heel erg vloekt als ze zoveel belasting moet betalen. Dus ik denk dat het draagvlak voor gelijkheid, op het moment dat mensen dat echt heel erg gaan voelen in hun portemonnee, of zelfs dat het tot verarming leidt van de hele samenleving, dat het dan problematisch wordt. Omdat mensen het niet meer willen. En je wil mensen meekrijgen. Dus daarom is mijn vraag denk ik wel relevant. Wat jij persoonlijk doet. Ja, het is voor de waarde van het ideaal niet relevant wat ik persoonlijk bijdraag aan tot realisering daarvan te komen. En het gesprek gaat niet zozeer over wat ik doe, wat jij doet, wat anderen doen. Maar of wij het een waardevolle ideaal vinden wat die uitgedragen. Maar wat is dan het verschil tussen het hebben van het ideaal en... bidden? Wat is het verschil tussen het hebben, in dit geval zoals jij het stelt, wat is het verschil tussen het hebben van een ideaal en bidden? Bidden. Nou, er is een zaal van 90 mensen die horen en er zijn gelukkig, laat ik zeggen, heel veel mensen die het communisme, om het mooie woord van stal te halen, nog steeds een waardevolle idealen vinden en daar is ook... Mag je naar stelling 4 of wil jij iets? Ik wou één klein ding zeggen, want tussen de praktijk en het ideaal, je ziet heel vaak dat mensen, als ze naar de stembus gaan, dat ze heel dicht richting die idealen van... ik ben jouw voornaam vergeten. Jiang. Heel dicht naar de idealen van Jiang gaan. En dus in de zin bijvoorbeeld dat ze voor heel veel herverdeling stemmen. Maar op het moment dat hun kinderen naar een basisschool moeten, dan zie je dat mensen heel gesegregeerd kiezen en beslissen. Dus iedereen die de SP stemt hier in Amsterdam met hoge inkomens, wil toch dat zijn kinderen naar het Barlees gaan. Dus dat is daar zie je vaak het verschil tussen de idealen en de praktijk. Want... En dat vind ik zelf problematisch op zich. Ik kom bijvoorbeeld best regelmatig bij evenementen waar allerlei CEO's bij elkaar komen. En daar wordt heel vaak met heel veel gedrevenheid wordt een pleidooi gehouden voor een meer maatschappelijke samenhang of corporate social responsibility, zoals ze zeggen. En dan wordt ook vaak gezegd dat de...
de burger, zeg maar de boze burger die voor de PVV stemt, die kiest kortzichtig voor zijn eigen belang, namelijk alle buitenlanders weg willen hebben uit Nederland. Maar, maar zij zien zichzelf als degene die de hoge moraal hebben. Terwijl in de praktijk je ook ziet dat deze mensen hun kinderen graag zo snel mogelijk en zo agressief mogelijk in de juiste treden op de sociale ladder schuiven. Mm-hmm. En dat is een ontwikkeling die ook steeds sterker wordt. Je ziet bijvoorbeeld, stond vandaag weer in de krant, in de NRC las ik een mooi stuk, je zoon is geen prinsje. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Nee, nog niet. Ja, en, dat, en wat je daarin zag is dat er steeds meer rechtszaken worden aangespannen door ouders, omdat zij vinden dat hun kind niet in de juiste klas terechtkomt. En er wordt ontzettend veel druk uitgeoefend op leraren op school om, om op de juiste plek op de maatschappelijke ladder terecht te komen. Dus daar zie je een heel, grote, heel groot verschil tussen wat mensen aan idealen aangeven in de stembus en wat ze in de praktijk doen. Dus voor een kind is het is natuurlijk niet mogelijk om je aan de huidige systeem te onttrekken en te doen alsof het allemaal nu en morgen kan. En het is ook altijd een, vind ik er altijd een, ja, een soort drogredenering, een retorische trucje om te zeggen van wat doe jij, waarbij je gesprekspartner niet de morele uitspraak doet van wat hij zelf vindt en de waardes. Kijk, laten we eerst het gesprek afronden. Dat zijn rhetorische trucs. Laten we het gesprek afronden. Is het een ideaal die de moeite waard is? Daar gaat het uit. Daar komen we nog over te spreken. Of überhaupt naastrevenswaardig is. Ik ben het er ook fundamenteel mee oneens. Het gaat er juist om wat je doet. Dus ik vind we kunnen allemaal wel een prachtige ideaal voor ons zien, maar ik heb meer vertrouwen in een politiek of een maatschappelijke instituties die zorgen dat de toegang tot onderwijs niet afhangt van het sociaal en cultureel kapitaal wat ouders hebben. Dus dat vind ik, ik heb veel meer vertrouwen in het proberen zoveel mogelijk te waarborgen dat onze instituties niet selecteren op aangeboren kenmerken, zodat iedereen zijn best kan doen om zo ver te komen als hij kan, dan dat we spreken over hele hoge moraal die niet doorcijpelt naar die praktijk. Wat mij betreft, als je die hoge moraal hebt, dan, en dat is de reden waarom ik geen water bij de wijn wilde doen, dat zijpelt door. Als we met z'n allen onschuldig voelen over zoveel ongelijkheid in de wereld, dan gebeurt er wat, denk ik. Maar we komen er straks op. Anders blijven we steken in een tit voor tat. Maar ik denk inderdaad, ik ben het met je eens. Ik geloof, Jan, dat we nog wel zeggen, het is geen retorische truc. Je kan als iemand zegt, ik verkondig A, dan mag je ervan uitgaan dat iemand wat hij verkondigt ook leeft. Anders heb je toch een hele rare tegenstelling tussen wat gezegd wordt en wat wordt gedaan wordt. En dat wordt, denk ik, terecht vaak als oneerlijk ervaren. Maar voor we daar verder over spreken, wil ik naar een stelling over onderwijs, omdat het nu ter sprake is gekomen. En zoals je aangeeft, zoals we allemaal weten, speelt onderwijs ook een rol bij het creëren van ongelijkheid. Nou, dat zeg ik ook. Stelling 10, onderwijs speelt een rol bij ongelijkheid, als bekend. Maar wat zouden wij kunnen doen om die ongelijkheid, dus van kinderen, tegen te gaan? Moeten wij bijvoorbeeld kinderen uit kansarme gezinnen uit huis plaatsen om een betere kans te geven? En zouden we ongelijkheid, dit Jan heeft al aangegeven, die bestaat bij mensen omdat we niet gelijk worden geboren, ook al tegen moeten gaan door, zoals we met zaden doen, wilt u even stil zijn, dank u, zoals we bij zaden doen, niet alleen aan zaadveredeling te doen, maar ook aan mensenveredeling. Zou dat ook een poging zijn, mensenveredeling? Het veredelen van mensen. Het heeft een slechte naam. Maar goed, het communisme had ook een slechte naam. Vandaag krijgt het weer een goede naam. Voor een boek aankomen. Dus hoe ver moeten we gaan om die gelijkheid te creëren? Als we naar het onderwijs kijken. Hoeveel van de menselijke van de vrijheid moet je opgeven om, moet je vragen aan mensen op te geven om betere kansen te scheppen voor kinderen bijvoorbeeld die uit kansarme gezinnen komen? Ja. Kijk, ik, het is altijd heel moeilijk, want mensen komen, even los van mensenveredeling, maar mensen komen snel aan met sterilisatie. Hè? Dus sommige gezinnen moeten maar geen kinderen krijgen. En met gedwongen sterilisatie zouden een heleboel maatschappelijke problemen worden verholpen. Maar het is niet mijn keuze. Ik ben er wel heel erg voor. Ik denk dat het zich beloont als je de achterstand die kinderen uit kansarme gezinnen hebben, als je die zoveel mogelijk probeert gelijk te trekken door extra
aanbod van onderwijs. Dus ik geloof wel dat, ik bedoel, er zijn ook experimenten nu in Amsterdam op een aantal scholen. Maar, want het is wel echt waar dat er kinderen zijn die gewoon net zo slim zijn. En niet opgegeven, dus daar hebben we geen... daar hoeven we biotechnisch niet in te grijpen. We moeten sociaal ingrijpen. Want als je sociaal ingrijpt en zorgt dat die kinderen net zoveel uren ondersteuning krijgen, komen ze ook net zo ver. Dan hoeven we dus niet aan eitjes en zaad te zitten. Kan je dat iets concreter maken? Hoe kunnen we dan sociaal ingrijpen? Het is gewoon de uren. Volgens mij, waar het eigenlijk om gaat, is dat er kinderen van ouders met betere kansen, zodra die uit school zijn, gaat dat onderwijs eigenlijk door. Aan de eettafel, in het museum, in het weekend, op allerlei manieren. En bij die andere kinderen gebeurt dat niet. En er is minder huiswerkbegeleiding, er is minder... En als je dat compenseert, zul je zien dat die kinderen net zo ver komen. En hoe gaan we dat compenseren? Gewoon meer uren onderwijs. We hadden het er ook laatst over dat je op de VMBO hebben kinderen echt... alleen al precies. 30% dus minder uren, of meer zelfs geloof ik, nee, de helft minder uren onderwijs dan op dat Barlees waar het net over ging. Schandalig. En je ziet het ook in schoolreizen. Schoolreizen van Barlees gaan opeens naar Tokio. Barlees heeft dus wel de kwade genius. Nee. We kunnen ook fossies noemen. Nee, te makkelijk. Nee, maar het gaat er wel om dat die ongelijkheid zet zich voort. Op dus allerlei niveaus, ja. Toch? Ja. Wij worden ook dat docenten op... De meest kansarme scholen hebben de slechtste middelen. Dus geen laptop, niet een dit, enzovoort. Dus op allerlei niveaus vergroten we die toch al bestaande ongelijkheid uit. En die kinderen die thuis inderdaad in die hoogopgeleide gezinnen aan tafel, het CITO-toetsniveau, gesprekken hebben. Dus thuis ook voortdurend, thuis inderdaad het onderwijs in een zekere zin zich voortzet. Daarnaast worden er een heleboel bijlessen aangekocht. Hè, dus er is ook veel meer aandacht voor als het eventjes niet gaat om de kinderen bij te scholen. Terwijl er bestaan ook gewoon veel onderzoeken, bijvoorbeeld in Amerika, waar kinderen in de zomermaanden 3 maanden vrij hebben. Dat als je kinderen heel intensief begeleidt, ook kinderen uit kansarme omgeving, en ze hebben heel intensief een jaar lang school gehad, dat ze aan het einde van het jaar gelijk zijn gekomen met de kinderen uit hoogopgeleide milieus. Maar dat na die 3 maanden zomervakantie de kinderen weer 2 niveaus zijn afgezakt. Dus omdat ze in die hoogopgeleide milieus ook in de zomervakantie elke dag nieuwe input en informatie krijgen. Terwijl de kinderen in lagere milieus voor de televisie hangen 3 maanden. Dat kan ook heel veel informatie zijn. Ja, dat is waar. Die serie op televisie te zien. Nou ja, goed. Begrijp wat je bedoelt. Ja. Sandra? Ja, ik ben op dat terrein denk ik heel liberaal. Ik denk dat we hebben helemaal geen recept voor wat een succesvol kind en vooral een gelukkig kind maakt. Of een gelukkig mens. En wat voor kind je daarvoor nodig hebt. En wat voor sturing die daar in zijn leven, wat daar optimaal is. En volgens mij moeten we zorgen dat op alle momenten waarop er een poort staat, waarop selectie gepleegd wordt, geprobeerd om die selectie zo min mogelijk te discrimineren bij die selectie. En verder denk ik dat je gewoon 1000 bloemen moet laten bloeien. Want om een voorbeeld te geven, er is een heel mooi programma geweest in de Verenigde Staten in een zware achterstandswijk. Daar zijn onderzoekers hebben bedacht van wij vinden het eigenlijk voor de sociale samenhang en de maatschappelijke omgang met elkaar in de wijk zijn ze kinderen op de basisschool gaan trainen met een programma dat heette een handshake instead of a fist. Dus de kinderen gaven elkaar een hand en zouden elkaar dus niet meer moeten mappen. En ze kregen dus ook allerlei 1-op-1 trainingen om minder agressief met elkaar om te gaan. Nou, die training die werkte. Die kinderen gingen inderdaad elkaar een hand geven. Maar zodra die kinderen uit die buurt in contact kwamen met de gangs uit andere buurten, was hun kans om 30 te worden gewoon zwaar verkleind door die handshake. Dus je weet, het ding is, je moet volgens mij heel voorzichtig zijn met systematisch ingrijpen in een mensleven als je niet weet wat het ideale recept is. En volgens mij komen we dat nooit te weten. Maar je moet ook voorzichtig zijn met mensen aan hun lot overlaten. Ik bedoel, ik vind dit ook een gevaarlijke redenatie. Dat je dan zegt, omdat het misschien misgaat als we ingrijpen, laten we ze allemaal vertieven of zo. Dat vind ik ook. Nee, is dat wat Sandra dat zeg zegt? Ik niet. Nee? Nee, zeker niet. Kan ik nog even nee. duidelijk maken dat ook Esther begrijpt wat je zegt en iedereen? Nou ja, ik denk dat je moet proberen om
ieders kansen zo egalitair mogelijk te maken op succes in het leven. Maar dat je niet een systematisch programma moet opleggen voor hoe dat succes bereikt wordt. Omdat er gewoon ook, bedoel, laten we wel wezen, heel veel kinderen die met een gouden paplepel in de mond door hun jeugd gaan en die je vervolgens toch verloederen, daar staan ook de kinderen tegenover die het hun hele jeugd heel moeilijk hebben gehad en die daardoor zoveel weerstand hebben opgebouwd, waardoor ze heel succesvol zijn geworden. Maar die twee groepen zijn wel aanduidelijk heel klein natuurlijk. Het grote probleem lijkt me een ander probleem. Dit bestaat natuurlijk wel, maar het echte probleem is dat onderwijs is de beste... het beste instrument dat we in handen hebben om ongelijkheid te corrigeren. Ja. En dat gaat toch vooral over dat er kinderen zijn met een gelijk IQ, maar niet dezelfde ondersteuning. Nee, ik vind dat uiteraard onderwijs is de grote gelijkmaker. En je moet dus proberen om iedereen de toegang tot onderwijs hetzelfde te laten zijn. Dus iedereen moet het onderwijs kunnen aangrijpen om het beste uit zichzelf te halen. Maar tegelijkertijd zitten mensen soms in een gezinssituatie waarin een hele precaire balans is tussen een aantal dingen. En als je bijvoorbeeld gaat zeggen, we gaan in het extreem gedacht, we gaan die kinderen uit achterstandsgezinnen of kansarme gezinnen, die gaan wij uit dat gezin halen en die gaan wij in een programma plaatsen waarbij zij optimaal gevoed worden door intellectuele prikkels. Je weet niet uit welke balans Tuurlijk. Je mensen in een gezin haalt. En wat voor negatieve effecten dat heeft op allerlei andere dingen in die dynamiek. Nee, dat begrijp ik wel. Ik even een vraagje tussendoor, voordat dit allemaal... stel je zegt van oké, we moeten zoveel mogelijk gelijke kansen creëren. Maar moet je ook motivatie belonen? Stel Esther, ik bedoel, jij en ik, we zijn allebei even briljant of niet briljant. Maar je bent super gemotiveerd. Je wilt echt maken in het leven. En ik wil eigenlijk gewoon de hele dag tafelvoetballen. Ik heb helemaal geen zin om iets te doen met al mijn briljante gaven. Moet ik dan net zo hard worden geslagen tot ik net zo gemotiveerd ben als jij? Of mag ik er ook voor kiezen om gewoon de hele dag tafelvoetbal te spelen? Tuurlijk mag dat. Weet je dat zeker? Ja. En dat staat niet haaks op wat je net zei? Nee. Oké. Jij moest toch naar een kinderpsychiater omdat je zo ongemotiveerd was. Ik moest naar de kinderpsychiater omdat ik zo slecht sliep. En later ben ik naar een psychiater gestuurd. En die kinderpsychiater zei met het kind is niets aan de hand, laat de ouders maar komen. Ja. Maar ik ben inderdaad naar een psychiater gestuurd omdat ik niet naar school wil, dat klopt. Ja, naar het Vosjes. Nee, maar het is een serieuze vraag. Ik bedoel, we kunnen het heel persoonlijk maken, dat vind ik ook heel gezellig. Maar is motivatie niet ook iets wat we moeten belonen? Van ouders of van kinderen? Of zeg je motivatie is niet iets wat we moeten belonen? Dat lijkt me toch, als we het over onderwijs hebben, een belangrijke vraag. Tuurlijk. Maar het wordt toch automatisch beloond eigenlijk? Doordat je gemotiveerd bent, zal je uiteindelijk wel die toetsen halen. En wat doen we dan met de kinderen die niet gemotiveerd zijn? Nou ja, dat is... Strafkamp? Nee, want niet iedereen hoeft toch... Ik bedoel, uiteindelijk zullen er toch ook... Ik bedoel, motivatie is een van de recepten voor succes, maar je moet allerlei kwaliteiten hebben om ergens te komen. Maar er moeten ook mensen, niet iedereen hoeft toch op dat gymnasium, dat één van die gymnasia die nu worden genoemd, te komen. Ik bedoel, dus we accepteren mensen mogen ook... dat de uitkomsten niet gelijk zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Maar het kan niet anders en dat wil je ook niet anders. Ja, we moeten niet allemaal robots worden. Even nog een vraag aan jou, Jan. Als jij het hebt over gelijkheid, dan denk je alleen aan geldelijke, financiële gelijkheid? Of zijn er nog... Nee, kijk, voor de discussie is het wel interessant om erover te hebben. Maar het gaat er natuurlijk om gelijkheid van dat je iedereen gelijke kansen krijgt om zichzelf op die manier te ontwikkelen zoals zij in zich hebben of als stimulans. En dat ze ook... de beloning niet per se in geld hoeft te zitten. Want in het huidige systeem is dat zo. Dat is de grootste motivatie, blijkbaar, volgens de economen. Maar ik denk dat er een maatschappelijke arrangement te bedenken valt, waarin veel meer mensen tot hun recht komen en veel meer mensen ook onderwijs kunnen genieten, zoals... Om even terug te komen op jou, de competitie van de kinderen van CEO's om in goede scholen te komen. Ja, die competitie kun je eruit halen als
veel meer scholen zijn die dezelfde kwaliteit bieden. Ja. En meer. Dat geldt natuurlijk ook economen, deze man. De gelijkheid van. Om daaraan mee te. De kans om daarvan te kunnen profiteren wordt groot. Daar gaat het eigenlijk de gelijkheid om. Maar je erkent dat we niet allemaal gelijk zijn. Dat er genetische loterij bestaat. Dat er één met. Natuurlijk niet. Okay. Ja. Misschien nog één ding over, over die. Onderwijs als grootste gelijkmaker in, zeg maar, in relatie tot ongelijkheid. Wie zei dat onderwijs als grootste gelijkmaker? Dat Esther. Of grootste mogelijkheid in elk geval. Grootste emancipaat. Wat onderwijs ook doet, en dat als, zeker als we kijken naar ongelijkheid aan de bovenkant van de inkomensverdeling. Daar zie je dat er is in Nederland en eigenlijk wereldwijd is er een grote race gaande van technologie tegen onderwijs. Technologische vooruitgang creëert in steeds sneller tempo, creëert dat vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten. En als onderwijs in staat is om evenveel mensen hoog op te leiden die aan die banen zeg maar kunnen voldoen, dan blijft de beloning voor die banen gelijk. Mm-hmm. Wat we in de praktijk zien is dat de arbeidstekorten beginnen toe te nemen. Dus onderwijs. Zijn dat arbeidskosten? Nee, arbeidstekorten. Arbeidstekorten. Ja, dus zeg maar, er zijn minder mensen hoog genoeg opgeleid voor de hoogopgeleide banen die er nu heel snel aan het bijkomen zijn. Dat betekent dat betekent de beloning. Dat de lonen gaan stijgen? Precies, dat de lonen enorm gaan stijgen. En dat creëert dus ongelijkheid. Ja, en daarom is onderwijs zo belangrijk. Dat je in die race van technologie. Dat je daar ook onderwijs tegenover stelt. Aanbod groter wordt, zodat de lonen niet zo radicaal zijn. Zodat de lonen in toon blijven. Ik wil even, want we lopen een beetje. We lopen nog niet uit, maar het wordt laat. We staan een paar stellingen over. Stelling 13. Komt de gedachte dat meer gelijkheid wenselijk zou zijn niet voort uit het oude dogma dat de mens verlossingsbehoeftig is? Waar vroeger de kerk en Jezus verlossing beloofden, is het nu de politiek en meer gelijkheid. Met andere woorden, ik ben er niet van overtuigd dat gelijkheid zo moreel wenselijk zou zijn. Dat wordt hier ten dele als aanname verondersteld. Ik laat mij graag overtuigen van het tegendeel, maar ik weet helemaal niet of dat zo is. Waarom is gelijkheid eigenlijk wenselijk? Ja, ik zou hopen dat Jean... Nou, nee, ik kijk naar jou. Oké, okay, ja, nee, maar... Nee, ik wil daar best wat over zeggen, maar eigenlijk heb ik zijn argumenten voor totale gelijkheid nog niet gehoord. Dus daar zou ik wel heel graag, dat zou ik wel heel leuk vinden als we dat nog wel even horen. Oké, dat gaan we straks dan nog horen. Want die stap slaan we inderdaad over. We gaan ervan uit dat dat dan wenselijk is, maar waarom zou dat wenselijk zijn? Ik weet niet of totale gelijkheid per definitie wenselijk is, maar ik denk wel dat... Of meer gelijkheid? Überhaupt? Meer gelijkheid. Nou, ik denk dat grotere ongelijkheid in elk geval onwenselijk is. Omdat, gewoon de simpele reden, omdat dat meer jaloezie en afgunst in de samenleving brengt. En er niet, ik bedoel, je zou kunnen zeggen, mensen gaan harder lopen als de kans er is om meer geld te gaan verdienen. Maar zolang, en dan praat ik gewoon uit de praktijk, zolang ik zie dat mensen... niet die mogelijkheid hebben, en dat is natuurlijk wat er aan de hand is, dat mensen helemaal niet kunnen klimmen op de ladder, is het alleen maar een hele grote bron van frustratie, jaloezie en onvrede, waardoor mensen op bepaalde politieke partij gaan stemmen, om het rondje maar even te maken. Dus ik denk dat het alleen al daarom wenselijker is om gelijker te zijn. Ja. Om jaloezie nee te voorkomen en om de groei van het rechtsradicale gedachtegoed in te dammen. Nou ja, ik denk wel dat dat wel een van de bronnen is van... Okay. Ja. Sandra, waarom hechten wij zo aan gelijkheid en meer gelijkheid? Nou, ik vind gelijkheid een hele beknellende gedachte. Dus ik hecht er totaal niet aan. Dus ik vind, vind juist gelijkheidsdwang heeft voor mijn gevoel, dan wordt zeg maar de menselijke geest wordt in een fles geduwd. De mens heeft de drang om, de mens is divers per definitie. We verschillen in allerlei opzichten van elkaar. En psychologen zeggen dat de hoogste staat van geluk in een mens wordt bereikt in het op weg zijn naar iets anders. Een staat van flow wordt dat genoemd. En dat wordt vaak vertaald met het beste uit jezelf proberen te halen. Dat dus zeg maar in die ontwikkelingsfase zijn. En als je zeg maar gelijkheid
En dat is eigenlijk veel breder dan inkomensgelijkheid. Maar als je gelijkheid in brede zin zou afdwingen, dan denk ik dat je de menselijke geest ook afknelt. Zo sterk ben ik tegen absolute gelijkheid. Dat neemt niet weg dat als je zou zeggen dat dat ook op niet-monetaire manieren je mensen kunt stimuleren en voeden om alles uit zichzelf te halen en daar ook een beloning van te ondervinden, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Dan zou ik daar helemaal voor zijn. Dat laatste moet je nog één keer zeggen, want dat de laatste zin, nog één keer. Ja, stel we vinden een manier om de mensen te motiveren. Ja? En stel we zouden alle mensen 100% intrinsiek gemotiveerd krijgen om het beste uit zichzelf te halen. En we zouden daar een tovermiddel voor vinden. Ja. En daarmee kan je diversiteit laten bloeien, maar monetaire gelijkheid in stand houden. Dan is dat niet iets om op tegen te zijn. Dan is geld ook een waardeloos ding. Heb je dan in die situatie nog de vrijheid om niet het beste uit jezelf te halen? Ja, goeie vraag. Werk ik toch ook erg aan? Ja. Heb ik nog de vrijheid om te zeggen, ik verdom het om het beste uit mezelf te halen? Dat vind ik ook een hele grote vrijheid. Ik vind een hele belangrijke vrijheid om... we hadden toevallig net met een vriend van mij hierover. En bij de TU Delft is er een tijd geweest. Toen waren studenten die kwamen in opstand omdat zij in caravans voor de universiteit wilden wonen. Dat mocht niet, omdat dat niet voldeed aan alle standaarden in Nederland voor veilig en beschermd wonen. Ja. Maar zij wilden de vrijheid hebben om op een laagwaardig kwalitatief niveau te wonen, om zo geld te kunnen sparen. En ik vind dat in die zin zou die vrijheid er ook moeten zijn. Esther? Wat is de stelling ook alweer precies? De stelling is, is de gedachte dat wij gelijkheid nodig hebben, niet een dogma, een dubieus dogma? Hebben we eigenlijk wel meer gelijkheid nodig? Waarom is gelijkheid goed? Maar gelijkheid en kansengelijkheid vind ik niet helemaal hetzelfde, toch? Ik bedoel, nee, we zijn niet allemaal hetzelfde. Dat hoeft ook helemaal niet. Dus wel gelijke kansen, maar je accepteert nogmaals niet gelijke uitkomsten. Ja, want we zijn niet gelijk en dat hoeft ook niet. Maar ja, ik denk toch steeds aan het als je het omdraait, als je denkt, dus als je in een Indiaanse kasten onderin voor 0 euro kleding verft. Wat vind je dan van wat wij hier aan tafel zeggen? Ik bedoel, dus uiteindelijk blijf ik het een moreel streven vinden dat er kansengelijkheid moet zijn, wat niet wil zeggen dat iedereen gelijk moet eindigen. Dus iedereen gelijke kansen, dat is moreel verdedigbaar? Ja. En dan accepteer je dat die uitkomsten nog altijd radicaal verschillen? Uiteraard. En dat mensen ook lui mogen zijn en of kiezen om weinig te werken en weinig geld te hebben. Of... Jan, Sarah en ik kijken vol verwachting naar jou. Op de een of andere manier kleeft er aan de gedachte van gelijkheid en allerlei associaties blijkbaar die het heel moeilijk maken om strikt moreel voor mij is hetzelfde van, zou je ongelijkheid in vrijheid acceptabel vinden? Omdat het ergens toe dient en dat het meer welvaart produceert? Zou je ongelijkheid in kans op geluk moreel aanvaardbaar vinden, omdat het op dit moment zo is. Voor mij geldt gelijkheid in die zin dat we met z'n allen, en denk ik in de 21ste eeuw doen we dat steeds meer, dat we datgene wat we met z'n allen produceren in deze wereld heel erg van elkaar afhankelijk zijn. En dat de postbode even goed nodig is om Bill Gates om de totale inkomsten te genereren die we. En dat alles omdat iedereen bijdraagt daaraan, waarom zou je dat koek niet gelijk verdelen? Maar de verdediging van. Dat is voor mij. Er is geen enkele reden. Maar wat zouden we willen? Zou de totale hoeveelheid geluk toenemen? Want je hebt nog altijd uitgelegd wat we dan zouden winnen. Wat zouden we winnen? Wat zou je winnen? Ja. Winnen. Wat zouden we winnen als de postbode net zoveel verdient als hoogleraar psychiatrie? Wat zou je winnen als iedereen gelijk vrij is? Waarom streef je daarnaar? Nou, ik vind vrijheid is iets anders dan inkomensongelijkheid.
Nee, gelijkheid in deze zin is gewoon toegang tot de dingen die we met z'n allen produceren. Genieten van de dingen die we met z'n allen maken. En zouden we dus allemaal gelukkiger worden? Gelijke toegang tot. En je zegt dat kan alleen als we allemaal precies hetzelfde verdienen. Huh? Dat kan alleen als we allemaal precies hetzelfde verdienen. Je moet niet zo hangen aan dat financiële plaatje. Het gaat om toegang en geld is op dit moment de wijze waarop we het zo georganiseerd hebben. Dat je met geld koopt die dingen en dus toegang krijgt tot de goederen. Maar ook onderwijs, goed onderwijs. Daar koop en ook goed gezondheidszorg of wat dan ook. Geld is de middel die we gebruiken om dingen in waarde uit te drukken van dingen ons toe te eigenen. Dus als je voor mij is dat gewoon heel simpel. Wij produceren alles wat we met z'n allen produceren samen. Over wij heb je het over de hele wereld. Ene mens heeft niets meer recht. Over wij heb je het over de hele wereld. De hele wereld. Dus eigenlijk hebben we ook een wereldregering. Ja, ik denk dat het Sandra dat beaamt dat we met alles heel erg zo met elkaar samenhangt. Dat we kunnen ze praten over dat we met z'n allen de hele koek produceren. Maar zouden we dan ook om dit te bewerkstelligen een wereldregering nodig hebben? Ik wil niet praktisch worden. Ik ben niet zover dat ik oplossing vind van hoe je daar dat zou kunnen. Mag ik iets vragen? Hoe zit het met ondernemerschap? Dat is serieus. Dat klinkt. Maar dat vind ik. Ik geloof dat ondernemerschap een soort oerhobby is van de mens. Hobby. Dat is een mooie. Blijkbaar is er sowieso. En bovendien ik heb het voorbeeld gegeven van de mensen die aan tafel. Zou je geen documentaires maken als je minder geld kreeg? Of Arnon geen boeken schrijft? Dan hebben we literatuur, onze documentaires, onze economen. Oké, het is al gezegd. Dat gaan we afsluiten. Ik vraag me af de wens van mensen om zich te onderscheiden ten opzichte van elkaar. Zou die in jouw wereld, zeg maar, stel we zouden allemaal het resultaat van alles wat we produceren, zouden we precies in gelijke mate verdelen naar gelang het aantal mensen dat er zijn op aarde. Denk je dat er dan ook het verlangen van mensen om zich te onderscheiden van andere mensen, dat het daarmee verdwijnt? Ik denk dat er heel veel mogelijkheden blijven om je te onderscheiden van andere mensen. Het is niet alleen in bezit of hoeveelheid geld. Facebook-likes, die schijnt een nieuwe currency te worden en dat soort dingen. De waardering die je krijgt, het gevoel dat je, als weet ik wel wat, van jouw voorbeeld, directeur van een verpleeghuis, dat je verantwoordelijkheid hebt, dat je goed werk voor mensen doet. En alsof dat soort dingen niet. Maar je benoemt nu banen, maar er is toch ook zoiets als handel? Gewoon puur, ik ga op de markt. Maar dat hebben we net. Misschien moeten we niet die hele discussie. Sorry. Ja. Ik denk dat is ook een beetje te laat. Eén laatste vraag voor Jean. Als je het hebt over goederen, heb je het dan ook over liefde? Toegang tot liefde? Relaties? Dat is iets tussen mensen onderling. Dat is individueel bepaald. Hoe ze dat vormgeven. Daar moet je niet. Maar goed, want de ene Arabische prins heeft die vrouwen. Verdelen. Dat is geen bezit dat je kan verdelen. Dat zullen ze in de Emiraten leuk nieuws vinden. Oké. Mag ik één opmerking? Ja? Ik was erg optimistisch gestemd door een frase die je gebruikte. Je zei van, toen je over dat onderzoek praatte, dat 1% allerrijkste 20% van de inkomen zich toe-eigenen. Mm-hmm. Ik dacht van, als we dat het zich toe-eigenen. Stelt iets anders voor dat ze dat verdienen. Hè? Mm-hmm. Dat ze zich naar toetrekken. Dat is een goede beginstap om over de wijze van waarop we inkomen vergaren en verdelen te praten. Okay, dan wil ik daarmee dit deel afsluiten. Ja. Het is een beginstap. Jan, je bent toch minder fundamentalistisch dan ik eerst dacht. Mijn excuses. Er zijn tussenfases mogelijk. We hebben het niet meer over inkomen dat we verdienen, dames en heren. We hebben het over inkomen dat we ons toe-eigenen. Onthoud dat. Dat vind ik wel mooi. Kan je daarmee leven, Sandra? Dat jij je inkomen toe-eigent of vind je het toch heel vervelend? Nee, ik onderschrijf eigenlijk Jan zijn uitspraak helemaal. Dat ik noemde het ook niet voor niks toe-eigenen. Ik denk dat niks te maken heeft met verdienen. Er zijn ook aanwijzingen dat multinationals wereldwijd tegenwoordig toeslagen weten te
te heffen op producten die, die steeds verder afkomen te liggen van de kostprijs. En dat is, dan klopt daar ook iets volgens de economische theorie niet. Namelijk, dan is er eigenlijk niet genoeg concurrentie. Ja. Omdat eigenlijk zouden dat wat een bedrijf, zeg maar, in een optimaal functionerende markt, zouden de bedrijven bovenop de kostprijs. Zouden ze een kleine marge kunnen maken, maar niet te veel, anders worden ze weggeconcurreerd. Ja, dat is duidelijk. En de marge begint steeds groter te worden. Dus er is wel sprake van toe-eigenen. Ja, dus de markt functioneert niet zoals die zou moeten functioneren. Nee, daar is duidelijk een marktfalen gaande. Ja. En als het even om jouw inkomen gaat, eigen je dat toe? Of verdien je het? Mijn eigen inkomen? Wat het AD jou betaalt. Dat is eigenlijk 100% verdiend. Dankjewel. Ja. Dat was alles wat ik wilde horen. Dames en heren, goed. Dan is nu het moment waarop u gewacht hebt. U kunt nu zelf iets vragen. Echt liefst vragen. Zegt u even uw naam. En aan wie u de vraag stelt. En stelt u de vraag. Anne-Marijn, jij loopt toch rond met de microfoon? Dus ja. Daar is een meneer, zie ik al. Ja. We produceren zoveel, dat wordt... Als u even uw naam zegt, dat vind ik prettig. Wilbur Braakman, ja. Ik ben een agrarische biologische tuinder. Een financier met mijn vermogen, onder andere de Bali, via de Triodosbank. Mijn vraag is, ik weet van productie. 45% van het voedsel wordt niet geconsumeerd. Het is technisch. Het is niet het zuivere voedsel van wat we meer in een ecologische weg kunnen bereiden. En... over dat inkomensverschil wil ik eigenlijk zeggen. Ik zie het dat families waar het inkomen niet zo laag is, dat dan de culturele behoeften die de kinderen hebben, een muziekinstrument kopen en zulke dingen niet gebeuren. Daar zou meer in moeten worden voorzien. Maar dat er inkomensverschil is, dat is goed. En een heel probleem in de maatschappij is het bezit van grond. Wat het meest in handen is van agrariërs. En dat zou eigenlijk een beschikbaarheid moeten zijn voor de hele samenleving. Sandra, grondonteigening, klopt het? Wat is de vraag? Wat is de vraag? Mag ik het samenvatten, dan corrigeert u mij als u meneer zegt dat inkomensongelijkheid, ik vat het heel kort samen, niet het probleem is. Meneer financiert ook de Bali door middel van de Triodosbank, waar u spaart of waar u eigenaar van bent? Mede-eigenaar waar u spaart? U spaart via de Triodosbank. Dat is even terzijde. Meneer zegt van het probleem is niet de inkomsten, maar het land. De grond, de mensen die het grond bezitten. Dat is te veel in handen van een paar agrariërs. Ja, met die onzuivere marges van die toeslagen op de kostprijs, daar ben ik het helemaal met Sandra eens. Dat zou niet mogen gebeuren. En als we zorgvuldiger met meer kwalitatief voedsel omgaan, dan wordt de gezondheid van de mensen beter, maar ook... Het welvaartsniveau van de nu minder financieel afhankelijk. Maar is de vraag of een statement? Het is een statement. Het is een statement. Meneer heeft een statement. Ik had eigenlijk om vragen gevraagd. Heeft iemand behoefte om op het statement te reageren? Of laten we het bij het statement? Nou, ik denk dat het statement meer betrekking heeft op de problemen rond in de agrarische sector. Die volgens mij, ik hoor wel een paar dingen die ik wel onderschrijf, maar dat heeft weinig te maken met... Met deze discussie? Ja, met deze discussie. Dan laat het hierbij. Een volgende vraag. Nou, kijk. Ik ben Anna Heijker. Ik heb een vraag voor meneer Karajalcin. U gaf aan in het begin dat u voor de absolute inkomensgelijkheid bent. Nu zijn er natuurlijk ook veel beroepen zoals rechter, advocaat, arts, psychiater, waar een flinke investering voor nodig is, zoals opleiding. Hoe kijkt u aan tegen dat soort investeringskosten? En ook met ondernemerschap is natuurlijk risico een belangrijke factor. Zou u zelf uw studie gedaan hebben als u hetzelfde zou verdienen als uw collega's in de verpleegkunde en de patiënt in de crisisdienst? Want daar had u het over, van ik vind het prima als we allemaal hetzelfde verdienen. Ja, dankjewel. Is het antwoord. Het antwoord is ja. Okay. Dat is een duidelijk antwoord. Hoe kijkt u aan tegen investeringskosten en die jaren die daarin zitten en de factor risico bij ondernemerschap? Kijk, wat betreft de stelling van absolute inkomensgelijkheid, zoals ik zei, het gaat mij niet om de hoeveelheid, hoeveel euro's iemand moet verdienen. Het gaat mij om gelijke toegang tot alles wat we met z'n allen produceren. En ik denk eerlijk gezegd dat in zo'n wereld is er geen investeringskost.
Er bestaan geen, in zo'n wereld zijn er geen investeringskosten meer. Oké. Nee. We kunnen, ja. Ik ga even naar de volgende vraag. Vind je het goed? Als je daarna... Ja. ik zie... Daar is een meneer en hier op de eerste rij is een meneer. Die meneer, ja? Hallo. Echte vraag stellen, alstublieft. Ja, ik zou een vraag proberen te formuleren. Mijn naam is Brian, hallo. Een man heeft een auto en er is een man die was dat auto voor hem elke dag, voor 4 uurtjes. Er is een man die rijdt dat auto voor hem in het verkeer met alle stress en alle gevaar wat daarbij kan horen. Er is een man die maakt dat auto, die staat om 6 uur ochtends op en gaat 10 uur op de productielijn werken en komt thuis doodmoe. Er is nog een man die engineer is, heeft jaren voor gestudeerd, breekt zich nek over hoe een veilig product te maken. De man die was die auto, hij krijgt 5 uur per uur. Waarom zou ik gaan 10 jaar studeren en mijn nek breken over de veiligheid van het ding maken? Of waarom zou ik opstaan om 6 uur en 10 uur aan de productielijn gaan werken, terwijl ik kan alleen voor 5 uur per uur de auto vraag. Wassen? Ik denk dat als vraag, ik alleen 5 uur per uur ook krijg, ja, voor is, altijd... De vraag is duidelijk, meneer. Ik ga u ontbreken. Ja. Waarom zou ik dat allemaal doen als ik aan dezelfde geel krijg om te wassen? Ja. U hoeft het niet te doen. U hoeft het niet te doen. Nou, maar degene die het wel willen, wel. Hè? Van het gaat erom dat we... Dat is voor mij een aanname die nergens op echt goed opgestoeld is. Ja, ik zie daar nog een vraag. Misschien, maar laten we niet helemaal het communisme proberen. dus als u ook nog andere vragen hebt, heel graag. Hoi, ik zit een beetje verstopt. Ik ben Bruno en ik vroeg me eigenlijk af... In hoeverre, en het is vooral gericht aan mevrouw Flippen, als ik het goed uitspreek, in hoeverre jullie ook een link zien, dus het is ook een beetje aan iedereen, tussen verduurzaming, en dan heb ik het niet alleen maar over CO2-reductie, maar gewoon verduurzaming in de breedste zin van het woord, en zijn verhouding tot kapitalisme, en dus ook of dat iets kan betekenen voor inkomensongelijkheid. Dus om het concreet te stellen, in hoeverre zien we met de problemen die we nu hebben met milieu en voedselproductie, ook een link met dat we misschien meer naar gelijkheid moeten en meer het idee moeten terugdringen van hebzucht, wat misschien een factor is of een soort startpunt van de huidige economie. Ja. Kunt u afronden? Dus de vraag is... Ja, het is duidelijk. De vraag is duidelijk. Hebzucht, minder hebzucht, meer duurzaamheid. Correct? Ja, ja, daar is een hele duidelijke link tussen. Dat is een interessante vraag. Dat kwam dus ook aan de orde in Parijs afgelopen donderdag. Wat de onderzoekers stellen is dat als de CO2-uitstootreductie niet wordt teruggedrongen, tot in ieder geval de afspraken van Parijs, dan zal dat vooral in de landen waar de armoede in de wereld al het grootste is, zal dat nog tot veel grotere armoede leiden. En nou ja, dat maakt dus inkomensverschillen tussen arm en rijk wereldwijd veel groter. En ook voor degene die dat niet belangrijk vindt, zullen we maar zeggen, is het ook van belang, omdat dat zal leiden tot een enorme, enorme economische migratie. Dus, milieuvluchtelingen wereldwijd. Dus ook voor de mensen die zeggen van het is allemaal ver weg, dan dat interesseert mij niet. Wat het milieu met arm en rijk in de wereld doet, die zullen zich daar toch ook druk over moeten gaan maken. Want als we dat niet mee oplossen, dan krijgen we hele grote migratiestromen. Duidelijk. Volgende vraag. Daar was er één en daar is ook nog één. Ja, die meneer. Nee, ik wil eens vragen, het is er al een beetje gevraagd, maar ik heb nog geen antwoord gehoord, behalve het antwoord ja. Inkomensverschillen en competitie leiden ook tot mooie dingen. Mensen gaan beter hun best doen. Haal je dat niet weg als iedereen gelijkelijk beloond wordt, gelijkelijk evenveel verdient, allemaal in hetzelfde rijk is huis woont? Is duidelijk. Daar is al over gesproken. Daar is... Misschien wil er nog iemand iets aan toevoegen. Ja. Wel voor jou. Nou ja, ik verval in herhaling, denk ik. Ja. Verschillende meningen zitten aan. Het viel mij wel op, ik was een jaar geleden op Cuba, 2 weken. En daar viel het me wel op hoe vies je moest eten overal. En hoe onaardig de bediening was. En hoe weinig moeite ze deden om het ons naar de zin te maken. Nou, een argument voor Jan's stelling is dat... er zijn studies gedaan in Nederland wat er gebeurt als de postcode in je straat valt. Dus dat mensen ineens veel en veel rijker worden. Dan blijkt dus dat mensen voor een heel groot deel hetzelfde blijven doen. Ja.
Dus dat is dan weer voor jouw stelling. Ze gaan dan wel bijvoorbeeld in plaats van 5 dagen, 4 dagen werken. Maar werk is ook identiteit. Mensen werken niet alleen omdat ze mensen zijn, precies. Mensen willen zich belangrijk blijven voelen in het ritme wat ze hebben. Was op de eerste rij hier nog een vraag? Ja, ik had een vraag aan Esther. Op het begin had je het over dat waarom mensen in de schulden komen, vaak dat eigenlijk maar 20% of 30% van hun schuld is het originele bedrag en de rest zijn allemaal incassokosten enzovoort. Zou een oplossing daarvoor zijn, want nu zijn volgens mij de incassobureaus zijn altijd private bedrijven, toch, die daar zelf winst op maken, dat dat niet meer geprivatiseerd is, maar dat schulden eigenlijk alleen puur een overheidsdienst worden. Dus dat het innen van geld, dat dat via de overheid moet. Ik weet niet of dat een optie is, misschien weet Sandra het ook, maar... Nou, kijk, het is wat ingewikkeld, want ook de overheid jaagt mensen op kosten. Dus een deurwaarder, een schuld die uiteindelijk naar de rechtbank gaat... en waar een deurwaarder aan te pas komt, dat is super duur. Het langs je deur is nog duurder dan een incassobureau. Dus het is niet zo dat de overheid altijd daarin goedkoper of socialer is. Ik denk wel dat een oplossing is dat er gewoon een plafond moet... Het idee van beboeten is dat het een prikkel is om je gedrag te verbeteren. Dus ik denk wel dat er een plafond aan beboeten mag komen, want er is een punt waar dat helemaal niet meer doet. Maar juist mensen murfs doet slaan, zeg maar. Dus het, ja... En, op een gegeven moment, en iets anders, sorry, dat ik, als ik je mag aanvullen. Nu leggen we alle kosten van die incassokosten, deurwaarderskosten, bij de schuldenaar neer. En wij pleiten er wel voor om die kosten te verdelen tussen degene die de schuld is aangegaan en degene die de schuldeiser en de schuldenaar. Het is toch een relatie die je samen aangaat. En in Nederland plachten we alle verantwoordelijkheid en kosten neer te leggen bij de schuldenaar. Dat is toch niet zo? Een bedrijf dat een schuldeiser, een incassobureau inschakelt, betaalt toch ook aan het incassobureau? Nee, maar het is heel weinig. Dus incasseren is in Nederland zo goedkoop, dat het bijna altijd loont om het maar te proberen, zeg maar. Om, ook al is het een kale kip, het kost Ziggo niet zoveel om daar achteraan te gaan jagen. Ja. En op het moment dat het Ziggo meer kost, zal die, ik noem maar even Ziggo, maar zal je misschien wat langer nadenken over hoe je omgaat. Maar ik vond het wel een mooi punt wat jullie eerder maakten. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Is dat sommige mensen ook in jullie serie, die wisten helemaal niet waartoe zich verplichten. Dus die waren, het was de dame die wel moeten, Carmelita heet ze. Ja. Die had al voor €90 internet in huis. En jij zei van eigenlijk heeft ze geen idee waarvoor ze had getekend bij Vodafone toen ze die €90 per maand aan internet in huis kocht. Ja, en wij zien ook dat in Noord heel veel bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat is ook duurzaam, dat heel veel van die bedrijven veel harder klanten lopen te lobbyen in arme volkswijken dan bij mij in de straat. Dus met name energiebedrijven, telefoniebedrijven. Die gaan in dit soort buurten gaan ze iPads aanbieden. En voor zo'n moeder is dat misschien de enige manier om ooit haar tienerdochter een iPad te geven. Dit voorbeeld kennen we letterlijk. En dan gaat ze het toch doen. Dan stapt ze over op Telfort. En dat mag allemaal, maar dan kan je ook niet zeggen dat dat soort bedrijven, die moeten dan ook niet... Ja, die hebben boter op hun hoofd. Nou, of het opgelost is in de overheidshanden vind ik wel een grote vraag, hoor. Want bijvoorbeeld in Rotterdam zag ik een paar dagen geleden hangen nu overal posters. En er stond op, hebt u schulden en kunt u de brief van de gemeente niet goed lezen? Bel dan dit en dit nummer, de gemeente helpt u verder. Ik dacht, nou, dat is ook wel een heel mooi voorbeeld van een ontzettend inefficiënte overheid. Want waarom stuur je mensen eerst een onbegrijpelijke brief? Ja. En ga je dan posters door de stad ophangen dat je de gemeente kunt opbellen als je de brief niet begrijpt? Denk, maak de brief dan begrijpelijk. Maar dus de overheid is niet altijd kostenbesparender als het gaat om incassopraktijken. Het verdienen op schuld, wat incassobureaus doen, of je dat aan banden moet leggen. Dus het dat geld verdienen aan schulden. Maar dat betreft dezelfde vraag. Want als de overheid zoveel kosten zou maken door het hele proces in eigen hand te nemen, dan is het misschien wel duurder dan wanneer je het privatiseert en bedrijven maken daar winst op. Maar... Nog een paar laatste vragen en dan sluiten we af. Ik zie er helemaal achter iemand. Ik ben Henja Buijs. Even een vraag, eigenlijk naar aanleiding van deze laatste vraag. Is het misschien mogelijk
dat er op scholen, op middelbare scholen bijvoorbeeld, op preventief onderwijs gegeven en lesgegeven wordt, zodat dit in de toekomst een beetje kan voorkomen worden. Wat bedoelt u? Wat wilt u precies voorkomen? Dus schulden maken, dat mensen beter met hun geld leren omgaan. Maar even misschien voor alle duidelijkheid, want op zichzelf, we doen nu alsof schulden maken per definitie iets slechts is, maar we maken allemaal schulden en in principe betalen we die schulden gewoon terug. Dus laten we even, ik bedoel, schulden maken, schulden aan zich zijn helemaal niet erg, toch? Integendeel. Nee, een hypotheek is een schuld. Ja, hypotheek is een schuld, ja. Kijk, om antwoord te geven, heel concreet op mevrouw, er wordt inderdaad financieel onderwijs gegeven op scholen, dus dat gebeurt. Er wordt financieel onderwijs gegeven op scholen. En mensen proberen dit al, hè, om kinderen jongs af aan bij te leren hoe ze hun kasboekje bij moeten houden. Maar onze aanklacht is voornamelijk gericht tegen de industrie die vervolgens het mogelijk maakt dat mensen er nooit meer uitkomen. En dat wij constateren vooral een gebrek aan geld. En niet zozeer een gebrek aan met geld om kunnen gaan. Eigenlijk is dit een beetje de discussie over Griekenland, maar dan in het klein, we moeten gewoon vaker kwijtschelden. Ja. Vaker en sneller kwijtschelden om al te grote problemen te voorkomen. Een volgende vraag. De dringendste vragen zijn nu. Ja, alsjeblieft. Hi, ik ben Savro Dilling en ik wil nog één keer proberen. Ik denk dat ik dan de derde ben, maar ik ga het van een andere ingang proberen. En ik wil mijn vraag richten op Sandra. Aan het begin van het gesprek kwam je, dat vond ik als mega linkseling heel fijn, heel erg links over. En halverwege kwam de liberaal een beetje naar buiten. En ik vind dat een beetje contradictoir. Want aan de ene kant heb je gezegd dat intrinsieke motivatie vaak belangrijker is bij hoge inkomens. En bij onderzoek en dergelijke. En aan de andere kant stel je de vraag, waarom zou je je bed uitkomen? Dit zijn voor mij twee dingen die tegenover elkaar staan. Kun je die contradictie oplossen voor mij? Ja, zeker. Nou, ten eerste, er bestaat ook zoiets als links-liberaal. Maar, nee, concreet over je vraag. Dus volgens mij is het zo dat een groot deel van de middelmatig of laag opgeleide Nederlanders, als je hun vraagt of ze hetzelfde zouden blijven doen als ze het geld ook zouden krijgen zonder naar dat werk toe te gaan, dat ze niet meer zouden werken of in ieder geval een stuk minder tijd op hun werk zouden doorbrengen. Nou, als iedereen in Nederland dat doet, dan gaat het welvaartsniveau flink omlaag. Dus dat is dus mijn eerste punt. Tegelijkertijd zie je dat hoe hoger mensen opgeleid zijn, en dat is allemaal, dat zei ik ook, dat is niet heel hard wetenschappelijk, maar er zijn een aantal studies die laten zien dat hoe hoger mensen opgeleid zijn, hoe groter het deel intrinsieke motivatie een deel uitmaakt van hun reden om uit bed te komen. En daar zou dus zeg maar de netto beloning voor ieder uur extra werken zou minder hoog hoeven zijn. En dat zou ook mijn argument zijn om eens te gaan kijken of ons belastingstelsel wel optimaal is. Of je niet de hogere inkomens wat hoger zou kunnen belasten. Zeker in een tijd waarin de vraag naar laaggeschoolde arbeid steeds verder afneemt. Maar dan heb je het ook heel duidelijk nogmaals over ook belasting op vermogen. Nee, ik heb het nu over inkomstenbelasting. Maar een deel van het probleem is toch het vermogen. Dat is toch vastgesteld. Een deel van welk probleem bedoel je? Het probleem van ongelijkheid. Als je ongelijkheid, dat zeg je nu, ik wil ongelijkheid wel bevechten. Maar ik ga inkomsten uit arbeid hoger belasten. Terwijl het probleem is toch, dat is toch ook wat Piketty zegt, is het vermogen. Het zijn niet de inkomsten uit arbeid die het probleem zijn, die de ongelijkheid doen toenemen. Maar het vermogen dat groeit, waarvan je ook al vooraf bij Tine hebt gezegd, in Nederland kunnen we niet precies nagaan hoeveel mensen vermogens hebben. We weten alleen wat ze verdienen met hun vermogen. Ja, nou oké, dus het grootste deel van de vermogensgroei in Nederland, dat is iets heel egalitairs. Dat is namelijk iedereen die een vaste baan heeft, profiteert van het grootste deel van de vermogensgroei. Dat zit namelijk in onze enorme pensioenberg. Okay. We hebben 1200 miljoen, dus 1,2 miljard euro hebben wij uitstaan aan pensioeninvesteringen. Dus dat is vermogen waar wij allemaal aan bouwen. Dus in die zin is dat hele grote vermogensongelijkheidsverhaal in Nederland is niet zo'n. Dat speelt meer in andere landen dan in Nederland. Dat speelt veel meer in andere landen. Kijk, wat in Nederland heel sterk, en dat is nu de laatste weken komt naar buiten, en ik kan me daar heel erg over opwinden, is dat je ziet dat Nederland
vooraan loopt in de wereld met het op de Zuidas. We zijn nou een heel groot deel van de advocatenkantoren daar. Die zijn gewoon gespecialiseerd in belastingconstructies. Waardoor volgens mij landen om ons heen gemiddeld 85 miljard euro per jaar mislopen aan belastinginkomsten voor hun overheden. Omdat wij het putje van Europa zijn op dat gebied. En omdat zo proberen wij bedrijven naar ons toe te trekken. En dat is echt, als je het hebt over ongelijkheid in termen van belastingongelijkheid, dat is wel echt een... Dat is een heel interessant thema, maar misschien is dat voor een heel aparte discussie. Ja. Is er nog een dringende vraag, dames en heren? Of twee, of één? Zo niet? Nee, ik zie geen vingers. Als u een vraag gaat stellen, als het echt een vraag is, wacht u even op de microfoon. Braakman, de vorm van scholing, de vrije scholen, zo naar het idee van Steiner. Vindt u dat niet dat is mijn ervaring, dan ben je met een lager inkomen toch gelukkig als je die weg opgaat. Ik weet niet voor wie de vraag is, maar... Met een laag, reclame voor de vrije school. Reclame voor Rudolf Steiner. Met een laag inkomen toch gelukkig op de vrije school. Wie van jullie heeft op een vrije school gezeten? Nee. Wie van jullie heeft kinderen op een vrije school? Nee, ook niet. Ik denk dat we hier niets over kunnen zeggen. Nee, dames en heren, ik wil u heel erg bedanken voor uw aanwezigheid. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Sandra, Esther, Chan, Sarah, het was een fijne discussie. Zeker. Ik ben heel blij dat het communisme een beetje afgestoft is vanavond. En dat we toch iets hebben geleerd over inkomensongelijkheid. Ik zei al eerder dat dit ook de laatste aflevering was in 2018. Ik neem een soort van sabbatical. Maar ik ben er, als het goed is, in 2019 weer. Inshallah. Ik wil met u een klein spelletje doen. Ook naar aanleiding van wat Jan zei over... eigenlijk dat wat je zegt niet altijd in verband hoeft te staan met wat je doet. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik geloof Sandra ook niet. Dus ik wil voorstellen dat degenen die voor inkomensongelijkheid zijn, zometeen, als ik ben uitgesproken, zich naar de deur haast om als eerste door die deur te komen. U mag daarbij aan haren trekken, u mag er iemand pootje lichten. Echte, als u voor gelijkheid bent, als u echt beweert links te zijn, dan blijft u hier zitten. Hoe langer u blijft zitten, hoe meer u voor gelijkheid bent. En van degene die om middernacht nog zitten, geloof ik echt dat zij zeggen... ja, wij zijn voor radicale gelijkheid. Dames en heren, ik wens u een mooi jaar toe. Dank u.